Het is vandaag uh, donderdag 28 januari en ik zit hier tegenover via Skype. Sander de Rijken zelf. Jeeee. Hoera. Hé, je hebt een rood T-shirt aan. Dat is eigenlijk best zeldzaam dat jij een rood T-shirt aan hebt. Ja, uh, er zijn heel veel dingen zeldzaam in aan mijn wardrobe. Moet ik, moet ik mijn recht stellen met een keer tonen? voor de mens, ja, of... ja, 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 eigenlijk wel. Speciaal ja. voor de podcast. Ah, ja, ja. De... <laughs> Voor de audio, nee, dus ik heb een rood t-shirt aan, maar dat is een, een Mystery Science Theater t-shirt. Wow. Dus de Gizmonics Institute, waar dat die werken allemaal. Ja, ja, ja. Dit. Waar het zich afspeelt, ja. Ik heb ook een trainingsbroek aan, wat ook raar is voor Xander de Rijken. Maar... <laughs> Oké, okay, u heeft het hier eerst gehoord, dames en heren. Uh, het corona is zo toegeslagen dat zelfs Xander de Rijken nu een trainingsbroek aan heeft. Ja, ja, ik draag je ook overal. Dat is het ergste van allemaal. Ik heb ze nu ook echt buiten, overal aan. Nee. Gaat er iedereen naar buiten? Ja, hoor. Zeker wel. Ja, 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 ja. Ik heb geen schaamte erin meer. Het is gedaan. Kijk, je wil een stijlicoon icoon worden, hè? maar nu nee. ga je wel de diepere kin, hoor. Dit is nee, wel... ik, 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 ik was sowieso altijd. Uh, ik, ik zeg altijd: ik heb, de Lego ik heb de smaak van een Lego manneke. Ik verander de bovenkant en de onderkant. In een ah, soort ja. van, van. Dus ik heb een, een, een lijn aan zwarte en blauwe jeansbroeken. En ik heb. 200 t-shirts met ironische popcultuuropmerkingen op. Ja, ja. Uh, ja, weet je die die, bar, wat echt zielig is? Dat mannen van 48 jaar dat ook nog doen. Dat is pas zielig. Maar goed. Ja, alleen. dat ook. Hé, hey, uh, we zitten hier voor een reden. Uh, 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 ja, het wordt bijna ironisch, maar er is weer iemand dood. Nee, is Is er iemand dood? Nee, want er is iemand dood. En we hebben uh, wel een leuke aanleiding. Uh, iets wat we ons ook wel uh, verbindt. Een uh, gemeenschappelijke Liefde voor uh, talkshows. En, en eigenlijk een van de belangrijkste talkshow hosts. Uh, is ja. uh, op 23 januari overleden. Dat was Larry King. Uh, ja. Heeft denk ik uh, 700 jaar op CNN uh, een programma gehad. Uh, 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 de man was ouder dan Yoda. Uh, uh, <laughs> heeft gewoon iedereen en zijn broer geïnterviewd. En, en dat is wel natuurlijk. En dat is voor ons een aanleiding om eventjes over Larry King en over talkshows in het algemeen. We gaan uh, proberen het uh, deel Vlaamse talkshows. Gaan we een klein beetje proberen te vermijden. Want dat ja, is ben ik nu, ben ik nu wel klaar mee hoor, met de Vlaamse <laughs> ja, talkshows. De mening die we daarover hebben, mag, mag duidelijk zijn. Nee, laten we een we, we beetje. Hebben een, ook, we hebben er ook geen meer op dit moment, denk ik, al een maand of nee, twee dat, meer. Tot, dat is de beste tot nu toe, eigenlijk. Het feit dat we er ja. geen hebben, is beter dan wat we hadden. Ja. We, ja, we krijgen dus. de informatie beter. Uh, de gesprekken zijn beter. En, ja. uh, <laughs> en er is min, en vooral minder irritatie. Dus lang leven geen talkshows op de Vlaamse ja. TV. Ja, er is nu geen enkele manier meer om te weten of Bart Peters een nieuwe plaat heeft, heeft gemaakt. Het is dus gewoon op. We hadden het nooit weten nu. En dat vind ik zo jammer. Want <laughs> ik sta altijd voor in de rij van de platenwinkel die nu bestaat. Is, om de nieuwe ik... Bart Peters te gaan kopen. Dat is, uw, dat is uw iPhone. Dat is, is waar hij voor in de rij gaat staan daar in de mediawand. Daar in de rij staan. Dan <laughs> denk ik denk welke spitsvondige uh, teksten en, en, en welke originele melodieën zou de weer uit zijn hol getrokken hebben. Daar sta ik voor, <laughs> in, de, sta ik voor in de rij. Uh, nee, nee, nee. nee uh, Ik ben er helemaal niet zo met het uh, Nederlandstalige uh, lied, maar ik moet wel zeggen, ik heb uh, deze week die komt. Uh, volgende week uit. Well, lang verhaal, maar goed. Die komt volgende week. Ik heb een interview uh, een podcast. Interview. Hallo. Ik heb gewoon een gesprek gehad met Lenny, uh, Lennart Maas van Lenny en de Wespen. En, en om, ik kon natuurlijk moeilijk dat die gast naar die gast gaan en zeggen zo, je hebt een nieuwe plaat uit en zo van niks. Dus ik heb die ook echt ja. moeten beluisteren. En dan zegt zo, oh ja, dan moet ik wel. Als ik op de fiets zit, luister ik eigenlijk graag naar podcasts. Maar dan heb ik inderdaad naar, naar, de, naar een plaat geluisterd. En dat is een kei plaat. De het heet Pleisterplaat van Lenny en de Wespen. Uh, volgende week ga ik het er met hem over hebben. Leuke vent, leuke plaats. En, maar dan is mijn Nederlandstalige ding is ook weer samen met Spinvis. En, en dat daar, 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 blijft dan daar. Ja. Maar, Wat ik wel daar... wil zeggen, we hebben wel een deftige connectie. Want Bart Peters heeft ook een talkshow gepresenteerd samen met Siska Schoeders. Ja, dat heb ik ook uh, met een. Uh, verdrongen. Uh, we hebben allemaal iets verdrongen. Ik een soort boor in mijn hersenen proberen <laughs> Om dat wel een, te te Maar het is wel een, een onrechtstreekse connectie weer. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja. Maar goed, Larry, King, ja, heb je, heb, want Larry King is natuurlijk de aanleiding. Heb jij uh, de man is, was geboren in 1933, gestorven in 2021. Dus nou ook niet de meest, uh, bedoel, het was niet een verrassend. De man was maar, oud. Laten nee, we zeggen. Maar het, is, het is wel zo'n duurt dat je van denkt. Moest corona niet bestaan, en zou die nog honderd geworden zijn waarschijnlijk. Ja. 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 Uh, omdat hij ook maar, dat werd een beetje een running joke van die vent, van zichzelf. Wat van iedereen vond: zijn hij er nu nog? Leiderlijk, hoe oud kan een mens worden, eigenlijk? Ja, absoluut. Maar dat is ook omdat hij uh, op een bepaalde manier een beetje tijdloos is geworden. Want hij zit ook heel erg in popcultuur vermengd. Wat ik u, stuurde: gaan we een top 10 doen van alle films waar, waar hij een cameo in maakt. Ja. Want, die gast zit overal en die duikt in alles op. Weet je, dus... Ik heb hier zijn uh, uh, Wikipedia voor me en volgens, en volgens dit ding, maar ik weet niet of het waar is, want Wikipedia geeft het natuurlijk niet. Maar is zijn eerste cameo Ghostbusters in 84? Ah, is dat de eerste? Uh, misschien niet hè? Dus ik zal daar eens op IMDb kijken. Ja, ja dat kan, maar ik, ik geloof dat ja, ja die, die heeft veel gedaan, ze die vent. Ja. Dus maar inderdaad en dan gewoon bijna elk jaar wel iets. Uh, uh... Uh, is dat dan, uh, um, moet je dan actor? Actor, eigenlijk, hè? Uh, ja, Ghostbusters. Ja, als zichzelf, natuurlijk. Uh, uh, dus inderdaad, Ghostbusters is de eerste uh, uh, cameo van Larry King. Dus dat is wel wel waarschijnlijk ook als, als, uh, hmm. als zichzelf gewoon. Maar uh, 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 gewoon in een interview een dingetje. Maar ja, dat is, dat is gewoon, dat is een soort uh, evenement. En je had je had vroeger uh, nog van dat... Er zijn heel veel van die Amerikaanse... Um, uh, grote namen... die wij niet zo goed kennen... maar eigenlijk voor tv wel heel belangrijk geweest zijn. Ja. He, die Monroe, die, ja, ja, ja. uh, uh, Hoe heet die? Um, goh, zou zo goed zijn als ik mijn namen nu wist. Ik begin echt fucking oud te worden. Uh, uh, weet je nou? Nee. Uh, good night and good luck. Of good, good night and... Monroe, zoiets heet hij. Nee, niet Monroe. Nee, dat klopt niet wat ik zeg. In ieder geval eh, ook een journalist die alle dingen van, laten we zeggen, uh, 1920 tot en met 1960 alles behaalde. En, en, en Larry King is dan van een latere generatie. Maar ja, die heeft gewoon iedereen. Die heeft, ik denk dat hij sinds Ford alle presidenten heeft geïnterviewd. Ja, ja het, is, alleen, het is ook iemand die wel. Over alle formats is gegaan, want het is begonnen in radio, is inderdaad naar de tv gegaan. En eigenlijk de laatste jaar met zijn, met zijn eigen, was Larry King Now of wat is, het, ja. uh, dat zag ik dan meer als een podcast met video. Zo à la Joe Rogan. Allee, daar zag ik de meeste clips van. Dat ja. werd ook op tv uitgezonden, maar ja. Uh, dus hij he, heeft alle testen destijds over. Heeft de overleefd? Dat is wat ik wil zeggen mijn ja. MSF-format. Ja. Toen radio het ding was, zat hij op radio. Toen tv het ding werd, zat hij op tv. Toen online het ding werd, zat hij daar. Dus dat is wel straf. Het zijn er niet veel die hem daarna doen van die generatie. Nee, zeker niet als je inderdaad al, al die leeftijd uh, bezit. En. en uh ja, uh, 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 iedereen, everybody loves him. En iedereen wou ook graag met hem komen spreken. Hij had uh, ja, de belangrijkste talkshow van CNN. En was dus over de hele wereld te, te zien. Hè. Uh, uh, ja. Goed, die man waar ik zijn naam niet opkwam, die heet Edward R. Murrow. En dat, dat is uh, ja, een, een, journal, een de journalist die eigenlijk de standaard gezet heeft voor Amerikaanse journalisten. Die heeft zo alles, alles uh, besproken van laten we zeggen. 1900 tot 1960, bij wijze van spreken. Maar goed, uh, ja, Larry King. Het enige wat hem wel wat verweten werd. is dat het, dat het een Allemans vriend was. en dat hij niet ja. echt heel kritische vragen stelde. Ja, en weet je, dat is zo'n ding waar ik dan altijd van denk. van ja, soms is daar geen nood aan. soms zijn daar andere mensen voor ook, toch? Ja, ja. Uh, ik, ik denk in deze tijd waar we nu heel veel talkshows hebben. is het toch wel duidelijk welke richting dat iedereen gekozen heeft, of welke richting dat dat programma moest zijn. Ja. Want dat is ook nog een keer het dingetje, like, we zullen het er straks wel over hebben, je een Jimmy Fallon of een James Corden kunnen attackeren van kritisch zijn niet echt, het is nee. toch maar fluff. Ja, misschien is dat de bedoeling, dat die show net fluff is. Ja, ja en dan ja, met, met die verstanden dat het inderdaad fluff is en dat, je, dat die mensen ze worden uitgenodigd, ja. Uh, ik bedoel, we, we hebben dat gesprek bij, bij Alex ook al gehad. Hè? Die nodigt mensen uit. Mm. Dus dan, heeft het ook niet, dan is het niet de bedoeling om die uit te schijten. Hè? Dat is gewoon niet. Ja, de bedoeling. Nee, het is, het is je kunt een discussie gaan, maar je kunt u niet partijdig opstellen op voorhand als je iemand uitnodigt? Nee. Dat gaat nee. gewoon niet. Nee, dat, dat zou alleen kunnen in een echt een debatprogramma of echt iets ja. wat, uh, uh, hè, wat in de afspraak zou moeten. Daar zou het moeten, omdat dat journalistiek debatprogramma ja. is waar je uh, politici uitnodigt en die wil aanspreken op hun op hun uh, non uh, gedrag of hun, uh, 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 hun politieke zaken die ze doen. En die moet je een beetje in, in, in twijfel trekken. Maar in dit soort uh, formats dan wil je gewoon een leuk gesprek en, en niet zeggen wat jij zegt is stom en nu hebben we ruzie. Want daar ben je eigenlijk niks mee natuurlijk. Ja. En daarom vind ik, dat vind ik ook wel een groot verschil en daarom ben ik ook altijd veel kwaier op die Bart Scholsachtige mensen, als die dat mm -hmm. niet goed doen, dan op de Danira's of inderdaad de Bart Petersen of die mensen? Ik vind dat dan niet zo goed, maar ja, ja. Die, hun job is, is, een, in ander, is een andere job. Ja, daar heb ik gelijk. Ja. Dus, dus, het is waar uw programma voor staat. Het is juist zelden dat toen ik vanavond live gemaakt heb, was het niet het plan van mensen naast mij te zetten. En ik ga toen een keer zeggen. Nee, nee. Het was mijn plan om gewoon een fijne talkshow te hebben. Om te ja. tonen dat in een gesprek van 15 tot 20 minuten kan het luchtig en leuk zijn. En kun je je brol dat je wil verpatsen. Want dat is de kloof van al die talkshows uiteindelijk. Je zit ja. daar om je brol te verpatsen, doen op een organische manier, zonder dat het gerepeteerd aanvoelt. Of, of... dat was een beetje mijn plan daar rond, maar. Ja, ja, alweer. De, het, ja, het hangt van persoon het hangt van talkshow tot talkshow af en van host tot host. Ja, ja en wat dat betreft is Lambert King natuurlijk. Ik bedoel, ja, die, die heeft een, een palmarès. Ik denk dat er ergens werd gezegd dat hij 50.000 mensen uh, heeft geïnterviewd. Dus die heeft, gewoon <laughs> meerder, die heeft gewoon een stad geïnterviewd. Iedereen die in de stad woont, <laughs> heeft geïnterviewd. Ja, dat is gaaf, hè? Dat is gaaf. En, en niet alleen maar bekende mensen, hè? Ook. Uh, ook allemaal, ook, ook gewoon een man, iemand in de straat die wel een bijzonder verhaal had. En, en, en mm -hmm. dat soort uh, uh, toestanden. Uh, jij postte ook die, uh, en ik heb die gerepost, ik, die dat eerbetoon van Konen aan hem. Ja. Wat ook heel erg leuk is. En, en waar, waar je ook een beetje de man achter uh, de interviewer ziet eigenlijk. Hè? Dat dat gewoon ook echt een leuke vent was. Ja, ja dat hij die, dat die, ja, zichzelf ook niet serieus nam. En ik zei, ik denk dat dat echt allemaal veel te maken heeft met. Hoe overschrijdt je zoveel generaties aan media? Ja. Uh, we weten dat Conan altijd absurd was en, en dat ze hem altijd voor de zot gingen houden, maar hij amuseerde hem. Weet. Hij is blij om daar te zijn. En, en, dat is ook, ik vind dat ook een belangrijke stempel voor Conan, dat Larry King dat gezet heeft op hem, maar wederzijds van Conan ook op hem. Van... Ja. Want Conan heeft wel een bepaald jong publiek. Ja, klopt. Altijd al zo geweest. Oké, okay, zijn originele fans zullen wel mee met hem oud geworden zijn maar Conan is de eerste, eerste takshow host die ieder jaar van op Comic Con presenteert en host. En zijn eigen uh, Funko Pops ook uh, heeft. Ja, hè? Zijn uh, eigen, dus dat, ja swat, dat zijn twee stempels wacht, die ik heel belangrijk zijn. Hier, uh, hier. Ik heb er hier... Oh wacht, maar goed, dan komen we natuurlijk zo nog op. Ja, Dat ja, uh, uh, was er, een spoiler. Ik heb, er ook, ik heb er ook, maar ik heb ze niet gezet, dat is stom van mij. Uh, heb je ook Funko Pops op Conan? Ja, ik heb, ja, ik heb er ook. Er zijn er... Uh, 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 van deze reeks, van die op reis uh, dingen, zijn er vier. Ja, ja die heb ik alle vier. Ik heb er maar twee. Maar die andere. Ik, heb, <laughs> ik, <laughs> ik zag ze van de week in de vlak. En ik denk, ja, die andere twee moet ik toch ook hebben. Ik heb die, uh, maar goed. Hey, uh, ja, Larry King, de, uh, een van de basis-talkshow-hosts. Mm -hmm. En naar aanleiding daarvan hebben we uh, met z'n twee uh, uh, snel een top vijf uh, uh, talkshow-hosts uh, in elkaar geboxt. Ja. En daarna heb ik er nog hier een aantal op staan waar we het ook over kunnen hebben. Maar dat, maar dat zijn uh, ook nog ja, dingen het is, waar we over hebben. Het is onze top 5, de 5 ja. waar ik het meest naar, terug, naar terugkijk ook. Ja, voor mij ook de 5 de, de belangrij belangrijkste. Uh, 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 ongeveer, hè, er zitten nog wel bij, uh, die komen we zo meteen nog wel op. Maar goed, uh, op 5 uh, staat uh, niet per se omdat we er zoveel naar kijken. Maar meer omdat het ook zoals Larry King zo'n. Uh, Zo'n groot icoon is en zo ja. iemand die zo ja, die eigenlijk dat format gewoon gemaakt heeft. Dat bestond al, hij was de derde host van de Tonight Show, ja, maar hij, hij is wel nu nog altijd de referentie. Ja, absoluut. en dat is uh, Johnny Carson. Ja, uh, ik heb daar een paar uh, hier. Dit is ik heb daar een paar dvd'tjes van ook omdat hij natuurlijk ja. Uh, 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 voor mij staat hij op de vijfde plaats. Is, is die zo belangrijk omdat hij dat format gezet heeft? Je kunt dat format niet zien zonder hem. Nee. Maar vooral ook als comedy liefhebber daar moest je naartoe hè, als comedian. Ja, ja. Het, het, uh, ja. ik denk Steve Allen en Jack Paar ervoor. Dat, dat is ook in vlaarde van twee of drie jaar geweest dat die ja. dat gepresenteerd hebben. En ik, ik, denk dat en zeker Jack Paar dat, dat dat kwam met een dat zijn gasten die echt nog uit een tijd kwamen dat, los ervan dat er waarschijnlijk maar drie zenders waren die tijd. Ja. het tijd, uit een tijd kwamen dat ja, grotendeels van airtime bestaat wel uit duiding en nieuwsgeven en, en, nieuws en ik, vooral Jack Paar, Steve Allen viel nog mee, denk ik, maar Jack Paar was echt zo'n gast die niet goed wist wat alles was dat de gast was bij hem. Weet je, dat die, ik denk dat hij, het kan heel erg fout zijn, maar ik denk dat Jack Paar de eerste persoon is die The Beatles, de Beatles te gast dat uh, live op Amerikaanse televisie. Was dat niet uh, oh, hoe heet die andere nu? Goh, hoe heet die nu? Ja, uh, ja goed, daar is er nog zo mee. Maar inderdaad, uh, en hij wist niet wat hij ging krijgen, bedoel je? Ja, dat hij... Uh, die, ja, 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 alle publiek werd zot. Ik hoor dat ook. Denk, ik denk dat Jack Bars kan heel erg fout zijn, hoor. Maar um, dat hij daar ook geen fan van was, dat dat gewoon een beetje oude mannenklap was van die een jingle jungle. En nu gaan we iets vervelend aan luid hebben in de studio. Ja. En, en ja, dat, dat rapt toch altijd af of zo? Op, op, op scherm. Als je host niet echt into is wat dat te gaan aankondigen of niet echt een fan van is. Nee, of, of zelfs gewoon niet weet. Het zou ook wel kunnen dat die Jack Parr en, en die andere gast, die waren vooral uh, radio op tv aan het maken, denk ik. Ja. Ik denk ja, 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 ja. dat het verschil ook wel is dat, dat Johnny Carson, die maakte er wel een tv-pap. Daar zaten sketches in, daar zaten andere dingen in. Dat was veel meer radio, uh, uh, dat was tv. Ah, ik, de, ik, ik heb mijn fout gevonden. Ik zat er half juist tegen. Ja. Uh, um, de Beatles hebben hun eerste debuut gemaakt op Amerikaanse televisie in de Ed Sullivan Show. Juist, die zag ik de Ed Sullivan Show. Ja. Daar hebben de Beatles hun debuut gemaakt. Maar Jack Paar heeft wel een clip laten zien van de Beatles op zijn show daarvoor. Oké. Okay. Maar goed, ja, het Sullivan valt in diezelfde reeks als Jack Paar: van die mannen die ja, inderdaad, van radio komen. En, en goh, die praten shit aan elkaar, maar dat is niet per se iets waar ze geïnteresseerd in zijn, of per se zich in verdiept hebben, gewoon. Nee. En, en, ik, ik Iets denk... wat je in België ook wel eens uh, durft zien. Uh. <laughs> ja, we gaan geen namen noemen, maar uh, Lieve Van Gils. En... Ja. Uh, wel ja, ja, alle talkshow in het land. Ja, maar terug. die was toch wel... Ja, ja dat was heel helder. Uh, maar dat is, ja, ja, en ja, dat dus... moet je ze niet uitnodigen. Ik vind, ik vind ik, 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 je hoeft niet alles leuk te vinden, hoewel ik denk dat het een beetje je job is om wel alles leuk te vinden. Maar je moet wel je huiswerk doen. En als je echt niks meer hebt, nodig het niet uit. Maar ja, als je natuurlijk een sportjournalist bent en je bent alleen maar geïnteresseerd in sport en misschien politiek, ja, dan is entertainment een hele lastige om die mensen uit te nodigen natuurlijk. Maar ja, het, het is wel gewoon zo. Ja, dan ik, heb je... trouwens ook dit? Ik heb ook een, een biografie. Heb je dat ook? Dat, ja. heb, is dat, heb je dat gelezen? Want ik heb dat ja. gewoon in de kast staan. Ik vind dat gewoon mooi in de kast. Nog. Maar ik wil wel. Ik wil het ook wel lezen, want ik vind het aardig van Johnny Carson is ook. Ja, in mijn, in mijn beleving, maar jij zult omdat je het boek gelezen hebt wel weten. Is daar ook een soort. Uh, um, uh, niet officieel lid van de Red Pack? Ja, en dat is al. een groot deel ervan. Ja. Um, want ik zat. twee weken terug de, de Don Rickles documentaire te herbekijken. Ah ja, Mr. Worms, ja. Mr. Ja. Worms, wat een topdocumentaire is. Um, en, en ik dacht dat, dat hem daar ook in zei dat. Uh, Carson en wel mee gemaakt heeft in Vegas. Omdat Carson heeft er ook billing op de, de marquise van Johnny Johnny Carson presents. Ja. Blablabla. Bla, bla, bla. Dus die, ja dat is een onofficieel lid van de Red Pack. Maar dat maakt het goed eraan. Hè. Als als Carson overpakt in 62, um, het is makkelijk dat je de grootste namen van entertainment al echt vriend aan huis hebt. Natuurlijk op een natuurlijke manier vriend aan huis hebt. Was hij daarvoor comedian, of wat was hij daarvoor? Of ook radioman, of wat was hij daarvoor? Um, dat is een goede vraag. Ik, ik twijfel altijd of Johnny stand-up heeft gedaan. Ik um, denk dat Kilbo Gottfried dat ook altijd vraagt. Um, radio, sowieso vroeger radio en televisie. Een paar, pa paar quizzen gepresenteerd ook. Ah ja. De Variety Show, de Johnny Carson Show. Ja, het zit er wel zo... Ja, je voelt dat altijd aankomen, hè, zo van die, van die... Ja. Ja. Van, van ah. alles en wat hè. Maar In die tijd was dat. Nu is het daar razen dat gelijk lieve van Gils ook nog zo uh, blokken presenteert en, en weet ik, ik veel. Uh, Hij zou dat van... nog goed doen, denk ik. Is er een dokter in de zaal? Wist je daar wel. Dat zou hem nog goed doen, denk ik. Uh, 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 Johnny Car, uh... oh, een vierkant blokje. Oh, ja, liever En het ga naar, naar beneden, beneden, het blokje gaat naar beneden. Ja, gescoord. Uh, <laughs> de sport. <laughs> de sportgeslag even van, de, van blokken. Hé, hey, en... Uh, uh, wat ik ook leuk vind aan Johnny Carson, als je dat terugziet... En ik heb een paar dingen die op YouTube zitten bekijken. De natuurlijkheid, zeker natuurlijk... Aan het einde uh, van zijn... Hè, want die is gestopt ergens in het begin jaren negentig. Daar komen we zo op terug hoe dat allemaal gegaan is. Maar, die, maar de, de natuurlijkheid... Missen miste gemiddelde uh, uh, Vlaamse presentator hier nog altijd. De, ja. Zo op je gemak zijn achter die desk. En uh, als Steve Martin iets zots doet, uh, hij laat het gewoon gebeuren. Het, het boeit, het, want hij owns his shit. Dat is ja. van hem. En je bent dus in zijn huiskamer. En het, en het boeit hem niet, want het is gewoon leuk. Het is entertainment. En hij, en hij is nog altijd de baas. Ja. Ik, 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 het is altijd zo, hoe zal ik zeggen, tegenstrijdige verhalen dat je over hem leest. Dat hij dat, dat bijvoorbeeld, dat die de, geen zin, als de spotlights uitgingen, dat licht in zijn ogen ook altijd uitgingen. Dat hij meteen vanaf het opnamesgedouwer veranderde in. Ugh. En ik denk, van, ik denk, ik geloof oprecht dat dat een groot deel waar is van eventueel 30 jaar gedaan. Ja. Uh, niet non-stop, maar eventueel 30 jaar gedaan. Ik geloof oprecht dat je na een tijd immuun wordt aan. De dolle fratsen van iedereen. Je ziet het wel aankomen aan een tijd. Maar ik geloof ook oprecht, als je hem, als je hem ziet amuseren, dat dat niet gefaked is. Nee, klopt. Dat... En misschien is hij is het ook blijven doen, juist omdat het het enige lichtpuntje is. Want waarschijnlijk moest hij de laatste, laten we zeggen, vijf à tien jaar het niet meer doen vanwege het geld. Ja. Maar hij heeft het gewoon gedaan omdat hij omdat omdat het leuk vond. Mm -hmm. En, en ja, ik zag het ook in die, in die Rickles-documentaire dat hij ook wistelijk als Rickles kwam: van ja, mijn job is klaar. Allee, ik, ja. moet niets, ik moet niks meer doen. Weet. Ik weet gewoon van hier komt lol. Er is trouwens, ik heb ook op, uh, je kunt ook op YouTube een stuk vinden dat Don Rickles ergens in de jaren tachtig bij Larry King uh, dus, uh, zit. Ja, is goed. Hè, dat ja, hij... Die, die pist is wel Broek, hè, die Larry King. Ja, dus, er dat... zit ook geen na natuurlijk antwoord tussen. Hè. Nee, geen natuurlijk nee. antwoord. En altijd is de eerste reactie kwaad. Ja. Zo kan het goed. Als nee, ik heb is... de geld. Laat me gerust. Wat bedoel je? Wat, wat, wat bedoel je mee? Wat, wat vind je? Ja, dat het hier een kutstudio is. Dat vind ik. Weet je wel dat vind ik echt, ik moet daar... ja, Gaat gaat u niks aan. Dus altijd zo. Ja, gaat u niks, gaat u niks aan. aan. I never liked you, zegt hij ook bijna altijd <laughs> tegen iedereen. Maar goed, Johnny Carson ook wel. Ja, eigenlijk net als Larry King een soort. Uh, ja, uh, vaste waarde. Iemand waar nog altijd. Uh, ook al Larry King zal over twintig jaar nogal gerefereerd worden. En dat is met Johnny Carson natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ja, en uh, Op de vierde uh, plaats hebben we een. hebben we de uh, Britse uh, man. Uh, Graham Norton. Ja. Omdat hij. zeker nu, in, in, in het talkshow-landschap nu. Uh, is hij wel nog altijd. De, de, de meest spontane frisse wind of zo. Ja. Like, ja. is, je weet dat die Graham Norton-show. Dat, dat eigenlijk altijd lol gaat zijn. Ja. En. en ja, oké, okay, dat is een. Geweten wat het werd, het is een overhyped publiek. Uh, ze pompen iedereen vol met alcohol. Ja, 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 daar zijn, daar zijn, daar zijn we. Shot, ik denk Mark Walberg, die helemaal bezopen is een keer. Ja, laag ja, is, logisch, hè. Maar het is wel, ja. Het, het, en, ook, en ook iedereen zit daar ook meteen allemaal wit. Het, en, en het is, ja, het is. ...zuipen en iemand zijn, zijn, ja, zijn een bachelor pad... Hè? Zo voelde ik ja. het ook altijd aan. En natuurlijk, zoals bij al die talkshows, zijn die bits die ze gaan vertellen. Zijn allemaal al afgespro afgesproken ja. en whatever. Maar het komt heel natuurlijk over. En hij, doet, hij vindt ook niks leuker. dan mensen echt een beetje belachelijk te maken. zonder dat het je stoort of zo. Ja. Hij ziet, laat heel graag foto's zien van mensen toen ze jong waren. en dan even daarop op, op doorgaan. Ja. Hij, hij laat mensen dingen doen. Uh, maar hij zal ook de eerste zijn om zichzelf. Ik heb een soort nieuwe herwonnen Hugh Grant Crush. Er is ook een of andere <laughs> ding met Hugh Grant: dat ze een scène uit, ik denk ofwel Notting Hill of voorweddings, ik denk Notting Hill, Four Weddings, uh, uh, Notting Hill naspelen. Dat een ene in de regen staat en de andere doet de parallel tegen hem. Ja, mm -hmm. dat is hilarisch, die met twee. Ja, ik vind ook uh, Doug Graham Norton. Samen met Kimmel de enigste is die ook uh, onrechtstreeks dingen viraal kan laten gaan. er dat die, Hij dat doet sketchjes en een zet shit in zijn, maar je weet van. ja, het is niet misschien. Like, like het hele, De Graham Notice, bijvoorbeeld het hele. Um, Will Smith doet het uh, liedje van de Fresh Prince of Bel-Air nog een keer. Ja, ja. Dat is de allereerste keer dat dat ooit gebeurt, dat Will Smith daar zit, voor die kutfilmen voor die zijn een klein te verkopen. Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat dat ja. is After Earth zeker, of wat is dat? dat ja, ja gedaan dat is, heeft. ik denk het ook After Earth, ja. En dat dat bij Graeme Norton is, Graham Norton, zo, dat dat er niets ter sprake doet, maar dat die gewoon Will Smith helemaal terugpakt van, weet je nog, toen je de Fresh Prince deed, allee, heb je een DJ mee, en dansen hoor, dansen. En dan duikt Carlton op en doet ze dat hele... Uh, Tom Jones nummer maar dat is oké okay, je weet dat dat gerepeteerd is en afgesproken is maar dat gaat viraal tot op een ding dat je denkt van ja het is zo simpel als dat weet je, als maar je... Hij, doet het, hij doet het wel hè? want iedereen denkt het maar hij heeft de ballen om het te doen en ook zonder dat het geforceerd lijkt ja. zonder dat het, als ze als dat hier uh, vragen dan wordt dat zo uh, uh, de redactie heeft ook nog iets leuks bedacht en hun kunnen dat daar plaatsen. Dat is natuurlijk gewoon waar Graham Norton een be veel betere acteur en mens is. Die kan gewoon net doen alsof dat ter plekke bedacht wordt. En dat daar, dat daar een soort authenticiteit en spontaniteit ja. in zit. Die het natuurlijk niet mm. heeft. Maar dat is je job. Dat is hetzelfde wat jij doet. Is stand-up comedy. Dat sommige mensen in het publiek nog altijd denken. Dat je die mopjes daar ter plekke staat te verzinnen. Mm. En dat is je. Want dat is natuurlijk ook Graham Norton. Wel een stand-up comedian. Hè? Die had al ja. heel veel shows gemaakt. En die spontaniteit van een stand-up comedian waaruit lijkt alsof je iets ter plekke staat te verzinnen, die is heel handig in zo'n show. Ja, er is, er is gewoon. Je moet sowieso van je gasten een bepaalde dance, monkey dance vragen, ja. maar er is echt gewoon een tactvolle manier voor, al op een bepaalde manier. Weet je, als je zo'n Seth MacFarlane in je zetel hebt, dan ja. weet weten, weten je eigenlijk, ja, ik moet hem even zijn stemmetjes laten doen van Family Guy. Ja. Maar hoe dat je dat aanbrengt is niet heel belangrijk, vind ik. Hoe je dat. Hoe ja. dat, dat, nee, dat toe... Was dat niet dat hij toen. Uh, dat daar Liem Niesen ook zat. En dat, dat, ze dat hij tekent, dat ding van teken doet, van die ja. film teken? Ja, ik denk het wel. Of dat hij. Dat, hij deed het al als ker met de kikker. Ja, ja, ja. ja. Omdat weet eigenlijk bij Jimmy Fallon hebben zo. hoe is dat? Uh, uh, roulette, weet je dat zo? Impressions ja. roulette en musical roulette. Maar. Allee, ja, het is geen roulette, want het is, een, het is geen echte roulette, het is een computerprogramma. Ja. Want het gaat nooit op een imitatie. Wat er aangesproken is, we gaan die, die, die en ja. die doen. en uh, Oh, dat is toevallig. Je, je moet net iemand nadoen die je kunt. En, ja, de, van, je kunt G er drie en die moet je alle twee doen. Wat de fack gaat dat? Jimmy Fallon gaat nooit een imitatie op zijn boterham krijgen dat hij niet kan. Ah, nee, natuurlijk dus, uh, niet. Uh, maar goed, ja, er is een tactvol verschil verschillen. En, en Kimmel kan dat ook op een bepaalde manier. Kimmel is ook gewoon die, uh, uh, iemand die zo like, op 2015 zegt. Ja, we moeten Mardi McFly in de Dokkie laten landen. Dat is gewoon zo. Het is 2015, die komen nu terug. En hij heeft ze dan. En dat is leuk gedaan, dat duurt niet te lang. Het publiek is super enthousiast. Ja, meer dan dat is niet nodig. Nee, klopt. Nee, klopt. En natuurlijk, bij, wat er bij Graham Norton ook wel echt is, die doet maar één keer per week. Dat is natuurlijk echt anders hm. dan die daily talkshows die Carson en, en die andere maar, mannen hebben. Ik ga eerlijk zijn, ik vind als een land, gelijk de Verenigd Koninkrijk, vindt dat één dag talkshow per week meer dan genoeg is, dan moet een land als België dat ook leren snappen. Ja. Want dat is het probleem altijd. Iedereen die in dit land zegt: ja, maar ja, kunnen nog de has vragen? En de visvijver is zo klein, ebbe, ebbe, ebbe. Misschien hebben we geen plek voor vijf dagen in de week. Misschien ja, is het ofwel moet je het loskoppelen. Dan maak je inderdaad een soort talkshow met een soort uh, nieuwsding eraan. Wat wel entertainend nieuws is. En de echte sterding is dan vrijdag bijvoorbeeld. Dan moet je ja. het loskoppelen. Het is natuurlijk... Die Hollandse dingen die willen allemaal de wereld zijn. En uh, 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 de man staat niet in onze topding. Want we hebben het hier nou over Eng Eng Engelstalige uh, talkshows. Ja. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat hij er... Dat hij er in een, in een top 10 tussen hoort. Maar Matthijs van Nieuwkerk is wel een fucking. Ja. Uh, uh, ook een soort uh, meester ja. op dat vlak. He, die, mm. kan, die kan met iedereen babbelen. Heeft heel veel kennis van zaken. En kan uh, uh, wel zoals je. Uh, van een redelijk zware onderwerp. naar ja. best een best luchtig onderwerp. en schakelen. En, dus Matthijs mm. van Nieuwkerk is gewoon ook een beetje een unicum. Uh, in, in dat uh, ding. Want er zijn ook heel veel talkshows in de Holland. die op kloten trekken. Ja. Maar, maar, maar Luis van Nieuwkerk is een soort. die past wel ook in zo'n soort rijtje. Nu, we gaan het vandaag alleen maar over Engelstalig hebben. Maar, ja. maar dat is gewoon heel lastig. En dan moet je misschien die, dat niet willen nadoen. En de, de, de latent uh, uh, dingen, de, de wat vrolijkere nieuwsdingen, dat doe je dan. En dan doe je uh, op vrijdag, doe je de Graham Norton of, uh, of Johnny Carson. Ja. Want natuurlijk, doordat hij het één keer in de week doet, heeft Graham Norton natuurlijk wel het voordeel dat. En Tom Cruise. En de belangrijkste comedian van Engeland. En die zitten er allemaal. En die combinatie is al mind-blowing. Hè? Als daar, ja. als daar uh, Mark Wahlberg, Nicole Kidman. En Tom Cruise zitten. Dan denk je: wat de fuck, gast? Die, die zitten daar gewoon allemaal. Ja. En als die met elkaar Lolland hebben maken. Dat is uniek. Je ziet nooit. Ja, ik bedoel, George Clooney is ook een van de beste uh, mensen om te interviewen. Altijd een leuke vent. Maar als, je, ja. maar als je zo. Maar dat is zijn, dat zijn, dat zijn Ook dat hè. De, het, het feit dat je een bende mensen. naast elkaar kunt zetten. die waarschijnlijk al een keer met elkaar gewerkt hebben. of een keer gedronken hebben op een of ander feestje. of een of andere fucking prijsuitreiking. Ja. maar tot een bepaalde manier nog altijd vreemden zijn van elkaar. wat absoluut kan. Ja. Is, is ook sfeer ervoor. En, en dat is waar een groot deel ontbreekt in het En ik weet. Het gaat een paar keer gebeuren dat ik ver, vernoem naar mijn eigen talkshow, alsof dat de high contender is. Maar ik wil gewoon zeggen waar ik het van gepikt heb, waar, ja, ja, waar, tuurlijk, tuurlijk. waar ik van de beste proberen leren heb. Is, ik vond bij Vanavond Live heel belangrijk dat iedereen samen at ja. voor de show. En dat eten was iets dat iedereen lekker vond, dat was rode kool met worst en patatten en al van die toestanden. Ja, ja. En, en dat, dat, hielp, dat hielp omdat dat je voelde van de sfeer is achter begonnen en ze stroomde uit naar het podium. En, en bij ons ja. heb je dat niet. Voor de keren dat ik al een talkshow in het land gedaan heb, is dat je daar veel te vroeg moet zijn. Je wordt er in een green room gestoken met drie sand, koude sandwichen en, en een flesje colaseren. Met een redacteur in plaats van met de gast. gast de ja. gast heeft hier niet. Is... Andere gasten spreken bijna ook niet met elkaar. Nee. Ik bedoel. Ik ben nu aan het nadenken, de laatste keer dat ik in een talkshow zat. Ik denk bij Danira, Danira dat ik bij Danira te gast was. Ergens, juist voor corona, ergens er net voor, ja. met, met Margriet Hermans. En um, ik denk dat als er twee mensen te politiek En gesprek die mensen te politiek al niet, omdat je denkt: ja, ik ken u niet en ik ga me ook niet moeien in uw gesprek. Nee. Margriet is het dan een stuk warmer en luider en meer in de ruimte. Maar het komt er gewoon om neer, er is niet echt ambiance of connectie van, allee, we gaan het een keer gaan doen. Het is allemaal apart. En er is meer sfeer achteraf, omdat je dat gesprek aan tafel achter de rug hebt. Ja, want dan denk ik, ja. ja en omdat er ook bepaalde zenuwen zijn van iedereen en zo en dit en dat, ja. maar ik ben het absoluut met je eens. Eh, want ook, eh, als ik me goed herinner, maar dan moet ik even... Eh, Graham Norton heeft het overgepakt voor Jonathan Ross. Eh, Jonathan Ross was de man daarvoor, ik vond dat, dat was... ook heel erg leuk. De vrijdagavond slot. Ja, vrijdagavond uh, op BBC eerst J. Donald Ross En volgens mij die schakelde heen en weer, of deed Graham Norton dat ook al. Dat, uh, daarna ook, die schakelde ook naar de Green Room. Dus ja. de gasten, de gasten die, die zaten al samen wat te lullen. Ja. En af en toe gingen we daar naartoe en dan kwamen die naar voren. Ja. Maar dus, er werd voor gezorgd, nu, er stond ook een camera bij, dus dat was al een beetje anders. Maar die zaten wel samen in de green room al wat te drinken voordat ze uh, werden voorgebracht. En dat werd, ook, dat werd ook laten zien. Ze lieten dat ook zien. Ja, en, en weet je, dat is intimidatie, zeker in ons land, als we zo shows gelijk van heel zijn gaan uh, uh, vandaag met Danira en alles wat ervoor kwam, well, die combineerden iedereen: politici, ja. uh, mensen uit entertainment, gewone mensen die iets meegemaakt hebben. Maar dat zijn wel allemaal andere kalibers. Ik, ja. ik ben een grote mond op het podium. En kan ook de grote mond zijn in een podcast, bijvoorbeeld. Maar als je mij in een groep zet van vier mensen die ik absoluut niet ken, of niet kan inschatten, ja, dat sla ik ook even dicht. Weet ja. Ik moet ook leren van, ja, maar weet hij wie dat ik ben? En weet hij hoe dat ik praat? Dan omdat... ja, moet je ook heel erg oppassen, want als je dan wel de grote mond bent, dan ben je de lul en de klootzak en weet ik van wat, ja. we niet. En, dat, en dat ook, daar wil ik ook niet mee openen. Dus het is, nee. het is heel moeilijk, gewoon. Het is heel ja, moeilijk. ja, absoluut. Absoluut, maar wat. Dus de, de, wat gewoon zijn is, de sfeer vooraf is heel belangrijk. En dat ontbreekt bij ons zeker, zeker een beetje iets de VRT. De, ik denk ook, uh, ja. dat wil ik dan misschien Gert Leden night wel geven, dat de sfeer daar gewoon iets beter in zit. Ja. Eén, omdat de helft van de mensen zit al op die kutboot. En wel, er wordt wel wat bacardie gegoten ook op vooraf. Dus... Ja, en ik denk ook dat jouw grote vriend, uh, uh, James Cook, dat dat ook, uh, ik denk Gert zelf minder, maar ik denk dat die James Cook ook wel een beetje de sfeermaker is. Dat is wel. Ik durf wel zelfs bevestigen dat dat zo is. Want ja. Sfeermaker is nu echt het laatste wat Gert Vrils zijn naam wil vastmaken. Nee, ja. uh, maar James wel, ja. Dus die zo en, 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 ik, ik, ik zie, ja als je daar naar zit te kijken, besef je wel, die maakt wel contact met die mensen of zo. Die maakt ja. wel, die zorgt wel. Ja. Dus ja, dat, dat is inderdaad. Maar ja, Graham Norton, ja, het is, het is, een, ja, ik vind het, het is zelf ook een heel grappig mannetje. En wat hij durft uitkramen, en wat die uh, inderdaad de fruit splinters laten dansen of iemand anders een pruik op doet, of een of andere scène daar spelen. Ja, en ja vooral, ik vind dat funny. En, en vooral ja, heel belangrijk: meelachen hè, en meedoen. En, en ja, uh, ja dat, dat is ook het, natuurlijk het probleem als je in ons land mensen je talk zullen presenteren die. Uh, of aan de radio komen of sport presenteren in ons geval. Ja. Die, die zijn getraind om niet te mogen lachen in een micro. Eigenlijk, van de radio lachen is altijd weg. Ik, de, ik was altijd zo kwaad als ik bij Studio Brussel kwam: van ik moet hier grappig komen zijn, want dat is een beetje mijn ding. Maar als ja. je lacht, doe je. Ja, omdat ze ah. die willen oversturen. Ja. En ik denk, denk, ja, maar ik klink als de lul. Ja, <laughs> dan, dan krijg je ineens een soort uh, gemoffelde lach. Ze vonden ah, het was niet heel grappig, precies. En, ze hard... en, ja. en zeker, ik denk dat het ook niet heel belangrijk is. En, uh, weet dat ik een scheidteken heb aan impro. Maar een, belangrijke zin, een belangrijk ding bij impro is: geen nee. Ja, niet altijd. Ja. 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 En, en dat hoort ook zo in een talkshowgesprek. Uh, uh, mensen gaan me tegen spreken. Jammer als het niet interessant is. Ja, maar ik heb wel zoiets van: als iemand op een tangent gaat en die is interessanter dan wat er op mijn kaartje staat, dan wordt het niet. Nee. nee, dus uh, we, gaan, nee, 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 we gaan daarvoor toe. We gaan mee in de, in de waanzin. Ja, je moet mee in de flow gaan. Of, en, en op die manier, en, en dat deed Graham Norton ook goed, en, en, en bijvoorbeeld zo thuis doen: mee in je flow gaan, maar wel controle houden. En ja. zorgen dat je wel terug uitkomt waar je, waar je wil zijn. Uh, ja. en, wel, en welke anekdote? Want ik heb ook al bij Graham Norton gezien dat de afgesproken anekdote: dat de gast even niet meer doorheeft wat hij nou ook wil ging vertellen. Ja. En dan zegt hij het gewoon. Dat vind ik ja. ook gaaf. Natuurlijk, dat, ook ook dat mag, ja. Ja. Goed, uh, dat was nummer vier. Nummer drie is iemand die ik de tijd, uh, waar ik de laatste tijd een beetje naar gekeken heb, ook uh, uh, en die eigenlijk die, de, de, uh, heel belangrijk was uh, jaren 90, 2000 en nu eigenlijk terug. Dat is uh, uh, David Letterman. Uh, kan ik, ik ook hoor? Kan ik ook hoor? <laughs> uh, ja, ik ik heb het voor die man. Die heeft een heel quirky gevoel voor humor. Ook een Was ook eerst een stand-up comedian. Uh, had de slot na Johnny Carson. Ja. En in uh, uh, Jay Leno had Johnny Carson al een paar keer vervangen. En dan is er eigenlijk in 91, 92... Is, er de hele, het, hele, is het spel een beetje ontploft. Klein akkefietje. Klein gebeurt. Uh, daar is, uh, eh, daar is uh, een boek over geschreven. Dat heet. De. Dit is de, de film ervan. Heb je die ook? Nee, maar ik heb die wel op HBO Max gezien recent. Dus, uh... ja. dus uh, dat gaat over het, het feit dat. Uh, uh, Dave Letterman zit na Johnny Carson. heeft een gelijkaardige show. Maar dan de late, late, uh, eh, de, ja. de late show. De, de, na de Tonight Show, de late show. Het gaat ervan uit dat als, als Carson stopt. Dat hij uh, het slot naar voren mag. Dat hij van half twaalf tot half één uh, mag presenteren. Ja. En uh, Jay Leno en vooral zijn manager. Fantastisch gespeeld door Cathy Bates. Die heeft daar, door, ja. uh, die heeft daar nog een uh, Gordon Globe voor. Die steken steek daar gewoon een stokje voor. Ja. Het, 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 um, het, is, het is natuurlijk. Het is een beetje een dubbel. Like, het, het hele Conan-Leno-ding. Dat is een ander verhaal. Ja. Hier. Ik vind ik het nog altijd wat onzijdig, omdat. Het, kijk, het is duidelijk dat Carson altijd wou dat David Letterman overnam. Dat dat het logische ja. was. Ja. Uh, gemerkt ook dat die zender. niet. David Letterman niet wou afgeven ook. Dat ze wel okay. door hadden van. dat is wel. hot ticket wat we hier vast hebben. Uh, maar. Doordat Leno inderdaad een paar keer heeft overgepakt en het zo goed heeft gedaan... Ja, de, 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 de kijkcijfers waren toen heel goed. Hè? Ja, ja, ja. Euh, zijn ook andere zenders beginnen nibbelen aan Leno van... Waarom gaan ze nu geen talkshow geven en dit en dit en wij willen u wel een taxje geven. Waardoor dat de zender, waar, uh, waardoor de NBC eigenlijk ook wel gepanikeerd raakt. Ja, we willen ook niet dat Leno ergens zit. En het is inderdaad de, de manager van Leno die daar zo aan de hak heeft gezet van geeft men tenminste een garantie of zo dat we ja. een soort van contractuele garantie, en die is er door geraakt. Nou ja, uh, ja wat inderdaad, het verschil is. Ik ben het helemaal met je eens. Het, het ding is, J. Leno uh, zorgde er gewoon voor dat hij een contract had met NBC om, de, om het van over te kunnen pakken van, ja. van uh, Johnny Carson nu. Uh, dat, is, dat, was meer, dat was niet zo van Johnny Carson stopt en ik pak het over. Dat was meer van wat Johnny Carson er ook wel wat uit. Dus dat was ook niet helemaal. Coacher wat ja. dat betreft. En Letterman had gewoon een soort ongeschreven wet, een ongeschre onuitgesproken ja. idee van ik pak daar dan wel over zeker. Het, het, fijne, en dat was het fijne aan dat verhaal, het niet fijne aan dat verhaal aan de kant van Lenno is, is dat dat gewoon nooit uitgesproken is geweest tegen Letterman van. Ja, ik heb eigenlijk al een contract ondertekend dat ik dat krijg. Ja. Want tegen Letterman hebben ze nooit wat gezegd van, ja, 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 we zien wel als en hij weg gaat. En laten dat hij het ging krijgen. Ja. ja. En, en op en het dat... moment dat Leno dat dan overpakt, moest Letterman nog twee jaar. Ja. Uh, trouwens, die, moet ik moet wel zeggen, die, de late shift film. Ik vind dat de gast die Letterman speelt, doet het wel zeer goed. Ja. Uh, ik vind de gast die Johnny Carson speelt, doet hem ook wel zeer Maar dat is Rich Little, de, de impressionist. Ja. Uh, maar die doet ook zeer goed. Het Speelt ook nog goede cars daaraan. Ja, in ja daar. ik vind. En en uh, Leno wordt hier iets te veel als een soort pop van zijn management. Hè, de, ja. Van die Katy Bates gespeeld. Terwijl ik dat, dat niet helemaal geloof. Zeker met de, de vooruitzichten die we krijgen. En mm -hmm. er zit wel ook een scène in die dus blijkbaar ook echt gebeurd is. Dat er uh, in dit al gedoe worden er vergaderingen gedaan. En er is één vergadering gaande. En Leno zit in een soort closet. Te, af te luisteren wat er in die vergadering wordt gezegd. Ja. En blijkbaar is dat ook echt gebeurd. Ja, het, het, weet wat het ook is? Het is, het is. Ik vind Lando echt niet de bad guy in dit verhaal of zo. Ik, ik geloof ook oprecht dat hij toen heel goed een talkshow kon presenteren. En uiteindelijk ja. heeft hij het ook me nog meer bewezen. Ja. Uh, het is gewoon, ja, de manier waarop dat die zenders zijn omgegaan met Letterman en Carson is gewoon niet kosher. Nee. Dat is gewoon niet oké. Okay. Cool. Um, maar goed, ja, daaruit is wel um, Late Night met David Letterman ontstaan. Ja, want dan is Letterman dus uh, overgestapt van, een, van de ene zender naar de andere zender. Is naar CBS gegaan. Die ja. hadden dat niet. Die hadden nog geen Late Night Talkshow. En Letterman heeft het daar gedaan. Uh, heeft dat dan ook. En, en dat komt ook in, de, in die film ook in. Want ik heb hem gisteren, weer gisteren zitten kijken. Uh, uh, en Letterman had eigenlijk betere kijkcijfers dan Leno. Ja. Totdat, dat. En daar is het weer. You Grant. Schandaal had met die, met, die, met die hoer. Ja. Dat is hoe je toch straf, Grant, kan he? vertellen. Ja, ik heb, ik heb thuis even de knapste vrouwen toen toch op, uh, zitten, maar ik, hm. ondertussen heb ik wel eventjes een hoer geneukt. Ja, dus toch straf hè dat dat, dat, dan, dat, dat dat dan de switch geeft. Maar dat is de, het Hugh Grant. Dat is Hugh Grant, jongens. Hugh Grant is <laughs> een belangrijke man. Hugh Grant redt alles wat hij zit. Gewoon... Ja, Hugh Grant is altijd goed. En zelfs in een slechte talkshow, dan zorgt hij ervoor dat, dat... En vanaf dan was inderdaad uh, Leno de winnaar van de kijkcijfers. Inhoudelijk vind ik vond ik Letterman en vind ik Letterman nog altijd beter. Ik, de, ik denk ook dat met Leno de dawn of de voorzichtige talkshow host begonnen ja, is. Absoluut. De veilige, uh, ja. lollige... Terwijl, volgens mij, maar daar, moet je me, daar weet jij misschien ook beter, maar volgens mij heeft Letterman ook veel meer het, dat idee van, Cars, van, uh, van Carson uh, om die stand-up comedians te laten doen en zo. Mm -hmm. Meer bij Letterman dan bij, bij Leno, volgens mij. Ik denk dat, ik denk dat, ik denk dat bij veel comedians dat het ook belangrijker was om bij Letterman te gast te zijn dan bij ja. Leno te gast te ja. zijn. Uh, qua edginess. Ja. Ze wisten eigenlijk dat de edgy guys gingen meer naar late night. En, en zo de gebruiksvriendelijke gelijk Seinfeld of Ray Romano ze nog rapper bij de Tonight Show op de. Hij benoemt terecht zijn ja. Nu Letterman is ook wel ja, die heeft ook wel op zijn manier dat ook wel dat quirkiness, dat rare dat zelfrelativerende... Uh, 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 zelf uh, relativerende dat heeft hij er eigenlijk in gebracht als gastleren. Ik denk dat het ook duidelijk is dat Letterman er ook in geslaagd is om meer iconische momenten te creëren naar Leno, op het einde van zijn rit. Ja. Er zal ja. altijd veel meer gerefereerd worden naar uh, waanzinnige momenten bij Letterman. Ja. Dan bij. Allee, bedoel, ik, ik zit nu al te denken, is dat, dat ding dat Andy Kaufman Boel heeft met Jerry Lawler, Lawler als die zo langskomt. Ja, weet ik niet. Misschien is dat zelfs nog bij Carson. Ik denk dat dat hij bij Letterman is. Uh, uh, dat weet ik niet. Uh, ik zoek het nu. Uh, uh, Google zal het je vertellen. Ja, dat is op Letterman. En die Kaufman is op Letterman, dat is inderdaad, maar dat is uh, bij Letterman toen hij na uh, Carson zat. Okay. Dat was 1980. Okay. Dus dat is de, 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 de slot van uh, Halfveen of zoiets is dat. Want dat is. Het zou, ja, dus ook, de Tonight Show is, begint nog op het randje van de avond hè. Dat, is zo, dat begint om uh, half twaalf wat ook bijzonder is natuurlijk aan Letterman is dat hij het uh, uh, daarna uh, nog eens uh, opnieuw gedaan heeft het heruitgevonden uh, met ja. Netflix He, zijn uh, show uh, ja, hoe heet die show nou ook weer uh, uh, my, ne my Next Guest is, my next guest is... Uh, een uur babbelen met iemand. In, 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 een, in een tijdperk... waar de gesprekjes korter en korter... en nuttelozer en nuttelozer worden... doet ja. hij precies tegenovergestelde... en gaat gewoon een uur met iemand babbelen... en bezoekt die dan ook vaak thuis of zo. Wat er voor mij zelfs niet altijd... in hoeft of zo. Nee. Dat, maar dat is gewoon om het... een klein beetje af te wisselen of zo. Maar, maar, maar ja, ik, daar, daar kijk ik dus ook... heel graag naar. Ja, ja. ja dat is kei hoe dat dan... Ja, ik weet nog, toen die eerste aflevering online kwam uh, met, met Barack Obama, dat was bij mij de inspiratie om vanavond live te doen. Hè. Niet omdat ik dacht: van, kijk hoe simpel dat is, er is er niks simpel aan. Dat is Barack Obama, een man die acht jaar achter elkaar in de gaten is gehouden op ieder manier wat hij spreekt. Ja, ja. En letterlijk met een gast die x aantal jaren aan ervaring erop zitten heeft. Maar gewoon het long format, tonen dat een gesprek een uur interessant kan zijn. Ja, dat is, dat is heel, uh, hoe zal ik het zeggen, inspirerend om naar te kijken gewoon. Ja, ja absoluut. En hij, hij laat daar toch zien, uh, Ja, hij doet letterlijk uh, alles wat korter en sneller en, en, en uh, fluffy en weet ik veel wat. En hij zegt van, nee, gewoon een leuk gesprek. Ook niet, ook niet te kritisch, maar wel af en toe een, een steekje. En ja. wat ik ook graag heb, maar dat, is natuurlijk ook, dat kan ook alleen maar letterlijk of zo wat dat betreft. Hij heeft het ook vaak over zichzelf. Het is echt een ja. gesprek. Het is een beetje zoals een podcast eigenlijk, zoals wij, ja. wij doen. Als ik, als ik jou vraag, dan lul ik er zelf ook graag doorheen. Ja, ja tuurlijk. Maar dat is... Ja, dat, dat helpt wel op een of andere manier. Ja. Um, en hij, hij lacht er ook mee van, Maar het is niet over u beginnen, maar iets een beetje over mezelf. <laughs> ja. Ik vind dat, ja, ik, ik vind dat heel leuk. Ja, ik ook. Ik ook. Um, kan die boeken wel aanhouden. De, dit, de biografie ja. van Letterman, door uh, noem het de Jason Zinneman, ja. is, is zeer goed. Ik heb die gekocht in de toe van Amerika, gekwam, kwam lopen. Ah ja, ja, dat is juist. Ik heb die uh, ook vrij rap uitgelezen op de twee dagen daarna. Er staan ook plaatjes in. Maar, en? Uh, nee. Ja, nee, ik ga ook, ik wil daar ook wel lezen. Ik ben nu. Uh... En de late shift van ja. uh, uh, Bill Carter, Bill Carter, hè? ja, dat is ook zeer goed. Als heb je het, dat vervolg ook gelezen waar we het zo over gaan hebben? Bedoel je The War for Late Night? Dat bedoel ik, ja. The War for Late Night, die heb ik besteld, want ik zag dat die heb ik die bezit niet. Weet wat trouwens ook een goed boek is? Ja, als we toch. Ja? Bill Carter heeft ook een boek geschreven, Desperate Networks, ook ah, ja. een zeer leuk boek. Uh, uh, over, ja, over heel speciale tijden, tij, netwerktijden, Donald Trump zit er ook in. Maar okay. zo het, het ontstaan van Temptation Island en, en dingen gelijk The Voice of Pitch uh, Pitch God's Talent. Ja. Hoe belangrijk dat, dat was voor televisie is heel interessant. Dus dat ja, is ook een beetje huiswerk voor jou, natuurlijk. Ja, ja, dat boek heeft mij veel geholpen, met houdt voor bekeken, uh, ja. Desperate Networks. Goed, op drie was dus Dave Letterman. Op twee staat uh, een die ik ook echt wel, waar ik heel vaak naar terugkijk op uh, YouTube en die ik ook effectief mis: dat ja. is Greg Ferguson. Ja. Uh, ja, dat is voor mij de, de, de grootste losbol van, van allemaal. Ja, absoluut. En die, die heeft een show geërfd. Like dat hij zelf altijd zei waar eigenlijk niemand naar keek of niemand echt mee bezig was. Uh, ja. De Craig met Craig Kilborn, zeker of niet? Ja, ik wel. denk het wel. Ja. Uh, Late Late ja, Late Late Night, Late, Late Late Night met uh, Craig Ferguson en die heeft er echt zijn eigen ding van gemaakt, hè? maar echt zijn eigen ding. Ja, uh, en, en ik denk alleen al doordat dat zo'n zo eigen beestje was, heeft die echt wel best grote namen kunnen krijgen. Ja omdat hij precies wel voelde van... Het is daar gewoon leuk. Ja, die de, dat, dat was ook... Uh, die had geen... band. Had, ik bedoel, dat was heel helder... Dat dat, uh, dat, dat de, uh, ding... Dat dat budget zeer laag was. Die ja. zijn sidekick... Was een geraamte. Is een geraamte. Ja, een ro is gewoon een robot. Een robot. En, en uh, geen band. En, uh, maar wel... Uh, uh, ja, een soort... Een soort uh, ja, uh, nonchalance... Wat ik ook echt geniaal vind, is dat hij uh, elke keer als er een gast binnenkomt, verscheurt hij het kaartje met de vragen op. Ja, altijd. Altijd. Driet de... uit zijn grote slangenmok. Het, uh, is, het, is, ja, het was echt een, een heel specifiek ding. Ik bedoel, het, het, de, de cold opens dat hij deed. Een ja. ja, robot sidekick, er liep een paard rond. Paard als zijn eigen stal. Ja, zo paard naar twee mensen. Hè? Zo, ja, dat is zo'n groot gordijn en daar stond de band achter. Ja, de band, maar de band stond er altijd achter. En ook, en want die namen, ik denk, hè, die hadden ook vijf shows of vier, vijf shows. Maar die namen die denk op twee dagen op of zoiets. Want die, hè, dus ja. dat, en dan werd ook altijd dat die gast dan zei: Ja, maar ik moet uh, morgen, morgen, dat is vandaag, zei die gast. Ja, dat is het. Je het, 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 er um... overal mee. En wat ik ook, maar dan weet ik, niet. ik denk dat dat gewoon alleen op, op YouTube is. Of ik weet niet hoe ze dat doen. Maar ik moet ook heel hard lachen dat als die een vloekwoord zegt. Dat 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 oula! YouTube... <laughs> dat zijn de sensor, hè? Ja, maar dat is zo... daar, zit daar, zat daar ook in die afleveringen? Ja, zat ook in die afleveringen. Ja. Ah, ja, of karamba, of oula Maar oelala la vind ik echt. Ik moet, ik, dat vind ik echt een van de, <laughs> de grappigste dingen. Echt. <laughs> maar dat is toch zo. Nou, zo running, ik denk best zijn de gasten. Ik denk dat de producer die als die gasten. Dat altijd aan die bak zit. Ja, ja, die, ja. En vanaf dat hij hem censureerde, was hij hem altijd een racist dat het ook. <laughs> en weet je wat het rare is? Uh, ik heb, uh, oh, wacht, daar heb ik in de kast staan. Ik heb het er niet uit gehad. Maar ik heb Greg Ferguson, de biografie, die is dan genaturaliseerd nee. tot uh, Amerikanen, weet ik van wat. Maar deze stand-up ben ik veel minder fan van. Ja. Ik snap dat. Ik ken dat ook wel. Ik ben er ook kapot van. Terwijl als, als talkshow-host, is is, ja, staat, staat hij op twee, is het even van de beste. Ik, ik kan ook... Als Robin Williams bij hem zit of zo, je voelt dat die mensen zo een beetje ook omdat er misschien niet zoveel mensen kijken, maar zo op hun gemak zijn, zo uh, easygoing, zo, zo, zo gastelijk naar Robin Williams die dan daar echt een, een warm hart voor voor die show. Ja. Omdat ja. hij zeker als seizoenengast, dat hij gaf hem er ook heel de slot. Hè. Ja. geen twee of drie gasten gewoon. Mijn gast vanavond is Robin Williams, dat weten we al. Ja, jullie gaan 20 tot 30 minuten met elkaar uithangen uit tegenoveral mekaar. Ja, en, dat is wel, uh, de... uh, uh, en heel misschien het over die nieuwe film hebben, maar die, dat hoeft zelfs niet. Weet je? Ja. Nee, het is, ja, ik, ik mis, ja, dat is echt waar, ik mis hem enorm. Het, uh, hoe, dat, dat, hoe dat dat eruit zag, dat intro-nummer was leuk, door hem gedaan. Ja, die dat... zat vroeger in een punk. je weet toch dat hij vroeger in een punt zat met Doctor Who, hè? Ja, 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 ja met, uh, met Pieter Capaldi. Ja, was fan van Doctor Who ook. Ja, Stond, tar toen, uh, Pieter Kapal, stond er altijd een TARDIS op zijn desk? Ja, dat is. Ja, ja, dus... Dat da slaan op de zijkant van de micro. De It's a great day for America! Dus da, da, <laughs> da, hij was ook, heel, hij was ook heel van een van de weinigen die echt zo'n monoloog deed, die echt dicht bij de camera ja. was. Hè? Like, ik kroop ik echt in uw scherm. Ja, en ik kan me ook nog herinneren: was dat toen was dat met uh, dat Britney Spears? Zo uh, helemaal losgehaald en haar werd had afgeschoren. En dat hij, uh, ja, maar omdat hij zelf was natuurlijk een ex- uh, uh, recovered alcoholic. Dus hij, hij, ja. hij, hij was een uh, ex alcoholic Dus hij wist ook van ja, uh, verslavingen en, en problemen. We lachen dat wijf allemaal uit. Maar uh, laten we wel ook even nadenken over dat is ook een mens. En die ziet gewoon keihard af. Ja. En, en, dan een, en dan. Want die was verschrikkelijk grappig. Maar die kon ook gewoon eventjes een serieuze monoloogje doen. En dat echt hardveld was. Ja, hij adapteerde ook gewoon rap. Hè. De aflevering waar zijn ouders gestorven zijn, zit daar heel erg in verwerkt. Ik denk dat zijn zus ook langs is geweest. Ja. Uh, inderdaad, zijn, zijn drankgebruik ja. zit daar enorm in. De uiterste zijn ook zo aflevering: like de, de Roof Leak-episode. Dus wat er lekker het dak van de studio zat. Hij heeft de hele tijd met, zo regen, met een poncho ja. gepresenteerd, omdat er water binnenkwam in de studio. Er is een oh, een de Leddowfly. Fly! Oh, man, dat is zo goed. Dat is één van mijn favoriete segmenten. Dat is de, zo goed. Het, het verongelijke ontstaan van de Jay Leno fly. En tegen het einde van de reeks waren er veertig soorten vliegen. En ze kwamen allemaal langs. Ja. Dat is gewoon een soort zoom. Maar dat is het geluid, een imitatie van J Leno. Maar dan... ja, ja, dat is zo'n vervelend maar, hoog stemmetje. Maar zo... die, die gast die die stem doet van... Um... alleen noemt hem zijn robot nu weer... Uh, uh, fuck Jeff, Jeff the Jeff, Robot. Ja, Jeff, Jeff the Robot is zo, ja dat is wel een zeer goede imitator dat die stem doet. En die is gegaan van zo enkele zinnetjes naar die gast die er altijd live bij stond met een micro, ja. die Jeff speelde en die doet heel goede imitaties uh, van Morgan Freeman en en enzovoort. Ja. En ik en denk dat dat begon met zo een vlieg. Dat is dat. Een... Ja. En dat hij ze zei van, is een, like Jay Leno as a fly. Dus dat, dat, is, dat, ja, dat is heel grappig. Gewoon, mensen moeten gewoon op YouTube opzoeken. fly, En dan alle andere vliegen die erbij gekomen zijn. Ja, dat is echt geniaal. Maar ja, als dat, de, ja. de robot een de slappe lach krijgt. De, als, als hij een slappe lach krijgt. Was ze beginnen dansen? For, for no apparent reason. Er is een aflevering. en Ik, oh, ik weet niet welke dat is. Maar ik moest zo hard lachen daarmee. Ik weet dat, like, vaak start hij zo een aflevering dat hij zich staat te warmen aan zijn open haard. Wat gewoon zo het tekening in de muur is ja. en er is één aflevering waar hij de noodblok op smijt. en ik ik ging er raden gewoon ja. omdat hij echt ja dat is want dat is natuurlijk het maar hij zat ook na Letterman op CBS hè. en, en dat, hij dus dat, dat had diezelfde maar hij, pak, hij zette dan wel dat, dat zelfrelativerende en dat uh, klooien met het medium ja dat zijn allemaal dingen waar ik heel erg van hou en hij deed dat nog eventjes ja maal vijf hè eigenlijk uh, uh, uh. Ja, En dat is ook niet nagedaan door niemand nie, daarna. Nee. Corden nee. heeft dat echt overgepakt en een heel ander dingetje van gemaakt. Wat oh Ja, ik, uh, ik ben uh, echt geen fan van James Corden. Ik nee. vind dat echt niet nee. zo goed. Ik vind dat uh, niks. Ik bedoel ook: uh, uh, het beste van James Corden is natuurlijk karaoke-carpool. Uh, ja. En uh, dat ben je na drie keer ook wel beu. Zeker als je weet dat die gasten acht uur in de auto zitten, bij wijze van spreken. Dat is niet even lollig een uh, half uurtje met elkaar... Nee, 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 dat is fucking... Hè? Want, uh, ik denk dat de Chili Peppers, de Chili Peppers zaten er, en die de, uh, of de Foo Fighters, uh, zo'n soort band, en die hebben daar een boekje van opengelegd. Zeker, je bent de drubber van de Foo Fighters, zit mee in die auto. Wat zit je daar te doen? Niks. <laughs> je zit niks te doen, hè. Je bent, je, bent, je, zit, je bent een figurant in je eigen band. Wat, mij het meest, wat ik het haatlijkste vind aan de heel die James Corden show, is dat er dus nog altijd een desk is, en hij zit er niet aan. Nee, hij is zit het naast, zo... naast. Is het zo wat, voor zijn een bureau op een stoel lijkt dat zo een gesprek bij het CLB is of zo? Like, ja. Alsof dat zo een, een van de creepy pastoor is daar over je knie gaan wrijven. Ik vind dat heel raar om te kijken. En wat ik ook echt verschrikkelijk vind is dat daar een van de meest talentvolle mensen op de planeet, ja. namelijk Reggie Watts, zit ja. en die, daar, daar wordt niks mee gedaan. Nee. Maar, en ook als die iets moet zeggen of vragen, het is niet goed, het is niet grappig. Terwijl Reggie Watts is een van de meest geniale, uh, 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 grappige, bijzondere, absurde, eigenzinnige uh, uh, comedians of streep mensen op de planeet. En het talent wordt daar gewoon een beetje verkwisteld. Dat vind ik echt spijt. Ja. Is toch een steady paycheck voor die gast. En ik snap het allemaal wel. Maar my god. Oh, ik kan dat niet aan. Ik kan het niet aan. Ja. Nee, James Gordon, fuck, uh, fuck James Gordon. Uh, 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 normaal is het Fat fucks United, maar uh, die uh, hebben we uit de groep gezet. Dus, nee. uh, weet je, uh, alle afleveringen van Craig Ferguson, als je dingen op YouTube vindt, is altijd leuk. Is altijd, is funny. Als ik wil lachen, dan kijk ik gewoon naar iets van Craig Ferguson show. En elke vrouw probeert hij te versieren, dat is ook wel waar. Dat is ook, dat ook. Dat <laughs> leuk, maar... Ik niet. weet niet of het alle nu nog kan, maar het is wel heel grappig. Oh, er is er ook, een, ook weer een met Don Rickles. Dat door Wickels, en dat is dat natuurlijk zijn door Wickels-stijl. En die begint over uh, de Chinezen op de eerste rij van het publiek. En dan zegt: hij, oh, oh, you can't say that. You can't say that. Want <laughs> wat, wat er natuurlijk ook zo is, als er comedians zitten. Uh, hij heeft er vaak nog mee opgetreden. Want hij, was nog een, 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 hij speelde nog altijd. Hij, bleef, uh, hij was nog altijd aan het optreden als comedian ook. Ja. Dus, dus hij had ook vaak. Uh, in Edinburgh of een andere plek gehad, ja, die met die gasten opgetreden. Het, het, wat ook frappant is bijvoorbeeld, is um, Craig Ferguson is de enige talkshow host die in het hele leno debat nooit een kant heeft gekozen. De laatste aflevering van de Craig Ferguson Show is ook Leno te gast als main guest. Ah ja. Uh, dat is de allerlaatste aflevering. En ik denk dat ze het als mee openen dat, dat Leno zegt van. Merci, weet de, dat je niet meegedaan hebt met al de nastiness rond die periode en Craig Ferguson de echt van, boeit me niet, doet er me niet, boeit me niet, nee. I don't give a shit, ik wil ja, bedoel, en ik, ik, ik ja, ik zou dat op bepaalde manier ook het is niet oké okay wat er, het is minder oké okay wat er gebeurd is met Leno en Conan. Ja, absoluut. Dan, dan het letterman ding. Het letterman ding is zo van, ja, hij is iets beloofd, en heeft hij gehad, ja, kijk. Ja. Beloven, hè. Beloven. En dan een, een overdreven manager die het erdoor geduwd heeft. Ja, en weet je, beloven in tv, dat is een fout die niemand nog zou mogen maken. Hè. Nee, Jeet? nee, dat hebben we allemaal al meegemaakt. Zelfs in Vlaanderen is beloven op tv niet de kloten waard. Dat klopt. Maar ja, het konending is inderdaad een ander ding. Maar goed, maar goed ja, uh, ja. we zijn automatisch bij de nummer 1, uh, onze nummer 1 uh, terecht ja. gekomen. En uh, die staat ook, wat mij betreft, nummer 1, omdat ik nu ook echt vaak naar zijn podcast luister. Mm -hmm. uh, Waar moet ik gewoon heel hard op lachen. Dus, uh, en het is ook gewoon... Uh, heeft eigenlijk ook een beetje... Zoals Ferguson en Letterman... Uh, we hebben wel, onze favorieten zijn wel... A, de gasten die zelf ook comedian zijn. En die ook het format... Het, het, uh, uh, de, het, het, het een beetje uitlachen. Het format zelf. Ja. En ook het verhaal zichzelf relativeren. Hè, uh, Conan O'Brien is onze nummer één. Uh, wat dat betreft. Mm. Uh, zat uh, op NBC... Na Leno? Ja, heeft Leno overgepakt in 93. Was dan beloofd in uh, dat hij die... nee in 2010. Nee nee. Is, uh, 93 is Letterman. 93 is Letterman. Leno. 92. Het is uh, Tila. Ja ja ja. De Kornel Bryan begon in 93 met Late Night. Ja ja, uh, maar het hele Leno-verhaal. Ah ja, zo ja ja. Dat is uh, dus dus 2010. O'Brien heeft het overgepakt van Letterman. Dus op NBC na de Tonight Show. En hem is dan beloofd en contractueel beloofd dat als Leno zou stoppen, dat hij uh, mocht overnemen. Mm -hmm. En wat bleek, uh, hij heeft dat dan ook zeven maanden mogen doen. En toen ja. wou Leno zijn programma terug en was Conan de lul. Ja, inderdaad. Uh, want Leno kreeg dan een programma wat daar nog voor, eerst wat er nog voor de Tonight Show zat, maar daar keek niemand naar. Dus nee. dan wou Leno gewoon zijn eigen programma terug. En dan hebben ze tegen Conan gezegd: Fuck you. Ja. En, dan is, en, dan is en dan is Conan moeten vertrekken, want hij wou niet zijn oude job terug. Inderdaad. En dit uh, is echt een Leno fuck up Allee, Daar kunnen we gewoon niet rond. Nee, uh, er is maar één ding dat je Conan kunt kwalijk nemen in dit verhaal. En dat is dat Conan um, moeilijk om mee te werken is niet waar, maar uh, is koppig. Ja. Heel koppig. En Conan had ervoor uiteindelijk maar één talkshow had, Late Night with Conan O'Brien, waar hij basically heeft gedaan wat hij wou. Conan zijn motto is altijd geweest, embrace the silliness. It's ja. silly, what we ja. do is silliness. Dus dat dat en ik, dat is ook zo, ik ben naar Conan beginnen kijken toen uh, bij ons begin de Nillys zo National Geographic na twaalf uur veranderde naar NBC. Ja. Daar heb ik hem ontdekt. En toen had hij segmenten zoals... Uh, de Walker Texas Ranger Lever. Waar hij gewoon een grote hendel naast hem had en liet random stukjes van Walker Texas Rangers in het context. Ja. Dat kon niet. En dan kreeg hij de Tonight Show. En de Tonight Show is wel. Dat is de primetime slot. En dan ja, want moet het je... is natuurlijk wel inderdaad zo dat de slot daar, de Tonight Show, dat is een soort speeltuin. Maar de Tonight ja. Show, ja, dat is primetime. Daar kijkt heel veel volk naar. Dat is, je moet dat eigenlijk nog wat gezinsvriendelijk houden, ja. eigenlijk. Juist. En. en Conan O'Brien wou dat niet. Heeft dat, ze hebben altijd naar gecommuniceerd van. Je gaat wel een beetje ruimer moeten mikken. Ja. En heeft dat nooit afgegeven. Nooit, nooit. Even het exact gedaan gelijk dat hij het wou doen. Want er is wel, er is wel sprake van dat de cijfers van Conan. niet zo sterk waren als die van Lennon. in een Tonight Show ervoor. Ja. Dat is ja, ook een feit. Anders... Anders geeft zo'n netwerk daar ook niet terug aan Leno. Hè? Nee. Als Koning dat daar uh, oude, de als die dat daar keigoed gedaan had en dat die cijfers keigoed waren, dan had Leno kunnen vragen wat hij wou, dan had hij die niet gekregen. Ja. Dus dat is ook een samenloop van omstandigheden. En het ja? ding is, is, is natuurlijk ook dat uh, Leno heeft daar gewoon een grote fout gemaakt. En dat is ervan uitgaan dat mensen hem volgen op een bepaalde manier. En dat ja. is niet altijd zo. Nee. Uh, denk, denk dat die show gewoon Leno heette ofzo? Ja, of gewoon... de Leno Show ofzo. De zo, Leno Show ja. Ja. En het was, het was basically bijna hetzelfde. Het was gewoon... Maar het was... Ik weet nog dat... Dat als je die beelden van... Petten beschreef dat... Ik heb er nog een aflevering gezien van die Leno Show. Dat Petten Oswald zei van ja... Het was gelijk dat hij... Het was echt hem alleen. Ik bedoel, ik kwam op. En het publiek kon van de bundes kwam en hij had iedereen een hand en schouderklopjes en hij werd zo... Het was de Messias die binnenkwam, zo begon ja, die show ja, ja. altijd. En je voelde gewoon van, oh wauw, like, nederigheid is even... zijn kaart naar overschoten op een bepaalde ja. manier. Ja. En het grappige is dat... Dat is een fout die de afgelopen 50 jaar in Amerikaanse talkshows heel veel gebeurd is. Dat als iemand hadden, dat je dacht van, oh wauw, als die een keer overpakt... Of die probeert dan een keer, het publiek reageert wel goed, dat die het dan in overdrive gaat en dat flopt waanzinnig hoog. Ja. Dat is gebeurd met Chevy Chase. Chevy Chase hebben ze een talkshow gegeven. Ah, dat wist ik zo. Ja, ja, ja. De Chevy Chase show pakt, ja. pakt een jaar na SNL, dat jaar dat Chevy Chase echt wel in dat gezicht was van, ja. van week update, of wat die update was en al, nieuws update, of whatever the fuck wat dan weer noemt. En dat is geflopt als een motherfucker. Um, Jerry Lewis heeft dat ook gehad in, in dat overgangsjaar dat Jack Paar gestopt is ja. uh, en Johnny Carson ging overpakken en ze zo om de week gewerkt met een vervanghost. En Jerry Lewis heeft dat dan ook gedaan en dus de kijkcijfers waren daar heel goed op en publiek. ...lusten dat wel, Jerry Lewis als talkshow-host. Ja. Maar door dat ABC Jerry Lewis een talkshow heeft aangeboden... ...en dat is de grootste, duurste geflopte talkshow aller tijden geworden. Ja, ja, dat komt in die Gilbert Gottfried podcast ook regelmatig terug. Ja, absoluut. Ja, dat ja. is waanzin. Ik, ik, ik denk dat ik dat, uh, de El capitaan uh, Theater gezien uh, bezocht heb... Ja. En als uh, dat is en... niet speciaal daarvoor gebouwd of zoiets. Zal ja, het die... dat al voor 400.000 dollar gerenoveerd? Ja. En Jerry Luce heeft er nog een keer 3,1 miljoen, denk ik, ons geld of tuin Dus als er heel veel geld er tegenaan gesmeten. Ja. Om dat te laten ombouwen voor zijn talkshow. Ik bedoel, legt u dat ik like, gouden behangpapier, een, een tapijtplein met een motief met zijn initialen en allee, Zodat je denkt: van, wat de fuck gebeurt daar? Ja. Hij heeft acht afleveringen gelopen, dat was twee uur lang. De gemiddelde talkshow was toen 90 minuten. Ja. Hij wist eigenlijk niet wat hij ervan ging maken. Zwat, dat is geflopt. Ze hebben de stekker eruit getrokken, eigenlijk uh, rond dat Kennedy is neergeschoten. Want dat was helemaal naar de sfeer. Ja, dus dan... ja. Maar goed, ja. Dus wat ik gewoon wil zeggen is: dat is al gebeurd heel vaak. Dat dat gewoon die gok is gesmeten op een gezicht en niet op een format zoals het The Tonight Show. Nee. En Lenno. Nee, ja. Je, dat het, wat is het programma? Jay Leno, dat is het programma. Ja, dat is geen programma. Nee, dat het, is, het, is, het is hem en een kop Dop. En de mensen kunnen hem aanraken. En dat praten met de grote sterren van de. Ja, nee. En het he. was ook meer een, 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 een show, hè? Dat was ook bij ja. allerlei uh, optredens. Ja. En het was weer een soort bontenavond. Ja, ik, hier... denk, ik denk dat het ook heel lang was. Maar dat was ook een beetje het ding. Los van dat Konus zijn cijfers zo lager lagen. Was Konus zijn argument er ook van. Oh ja... Mijn cijfers kunnen ook maar zo hoog zijn als wat er voor mij zat. Dat is natuurlijk ook waar. En de, ja, dat is, je weet, tactvol is, is dat waar tot een bepaalde manier. Ja. Maar als je ze ook niet kunt behouden, is dat natuurlijk een ander ding. Maar Leno was ook een flop, hè, Dus ja. Ja hoor. Even deetje. Even deetje van Conan O'Brien over tien jaar. Nee, ja, maar Conan O'Brien uh, is dan uh, in twee, Dat was in 2009 dat hij inderdaad dacht. De Tonight Show te mogen overpakken, dat dat contractueel vastgelegd was. Dat dat dan is misgelopen, dat Geletto terug naar de Tonight Show gegaan is. En dat Conan O'Brien toen heeft gezegd: Fuck you, dan ben ik hier weg. Maar dan mocht hij van de contractuele, contractuele afspraken, ja. en hij kreeg ook heel veel centen. Uh, ik denk iets van 30 miljoen of zo. Als een soort ontslagpremie. Maar dan mocht hij ja. anderhalf jaar of een jaar niet uh, een TV-programma presenteren. En dan is hij de theaters ingegaan. Ja. ja. Corno Brian can't stop, een documentaire ja. van gemaakt ook. Die uh, heb ik net besteld op, uh, op uh, allesand.com. Dus uh, die moet ik nog zien. Is dat ja. leuk? Heb je dat gezien? Ik vind dat wel leuk. Ik je hem wel op een bepaalde manier ook kennen. Um, ja. Dat hij ook wel veel vergt van de mensen. Dat het uitputtend is hoe dat hij als persoon is. Ja. Je voelt dat ook in de podcast. Je voelt ook dat ook in de podcast. Ja. Dat hij, van zichzelf ja. ook vindt ik ben heel uitputtend. Ik bedoel, ja. ik ben moe van mezelf en dat is ook zo titel kan niet meer kloppen, Conan Bryan can't stop. Ja, letterlijk. Um, maar goed, en, ja. En dan kijk... was er, hoe heette die tour ook weer? Dat was een soort The Not Allowed to Be on Television Tour of zoiets. So, zoiets. Ja, zoiets. Maar dat was wel, ik had dat graag gezien. Dat was wel ja. een waanzin. Want... want daar speelde Reggie Watts, was daar het voorprogramma in ook. Die was een van de acts. Iedereen dook daar ook op op die shows. Jim Carrey duikte daarop, alleen dat was gewoon. Ja. ja. Het, het was wel duidelijk wie dan een konen van was en wie dan een Leno van was. Weet dat, Er zijn wel kampen op dat vlak en op dat ja. vlak hadden we wel weer door. Konen had wel de edgy guys of zo aan, aan zijn kant. Ja. Uh, er zijn mysteries. Hoor, hoe het zit met gasten en loyaliteit? Ik bijvoorbeeld weet tot op vandaag niet goed Waarom dat Seinfeld nooit bij konen zit? Ah oh, ja. En er is ook geen Comedians in Cars met Conan. Dus daar is iets gaande misschien. Nee, ja, inderdaad. Ik weet niet wat daar het verhaal is. Want er is er wel een met Leno, denk ik. Ja, dat wel. En Letterman? Ja, Letterman hebben ze... Die hebben zelfs uh, een soort crossover tussen Comedians in Cars en uh, ja, Nieuwing uh, je, je, je weet soms niet wat er daaraan... Is... Dat, je, weet, ja, je, weet, soms eigenlijk, je weet dat dat monopolie is, dat die mannen spelen met namen waarschijnlijk. Hè? Ja. Maar ik weet dat Seinfeld is altijd trouw geweest aan de Tonight Show. Eender wie dat er zat. Ja. Uh, ik, denk, ik denk dat ik hem voor de eerste keer ooit bij Kimmel gezien heb, een paar maanden terug, tijdens zijn boek uitkwam. Toen dacht ik van, oh wauw. Toen pas besefte ik van, oh wow, Seinfeld bij Kimmel. Dat is, dat is een combo dat ik nog niet echt veel gezien heb. Ja. Soms vervalt u dat in een keer. Ik denk dat dat bij Seinfeld ook, want die houdt heel erg van tradities en van uh, de, 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 de geschiedenis en zo. Ik denk dat hij gewoon, ongeacht wie het presenteert, op de Tonight Show wou zitten. Snap je? Ja. Dat hij gewoon, dat hij... Dat hij... Dat hij zijn eerste sets waren natuurlijk bij Carson. En, en dat heeft hem ook uh, zeer, ja. uh, zeer. Uh, geen wind leggen, laten we zeggen. Ja. het is da da dus daardoor dat hij bekend geworden is. en daardoor dan weer dat hij uh, zijn, zijn, zijn sitcom heeft kunnen maken. Maar, uh, maar ik denk dat dat ook gaat over traditie. en, en ja, je voelt al alles wat je met Zuidveld te maken hebt. dat dat voor hem belangrijk is. Ja. Daarom vind ik. Uh, ik had het er laatst bij. moet anders ook wel Ik weet niet of daar al een podcast gezegd hebben. Maar ik vind. Uh, van alle comedians op de wereld. Mm. Is Seinfeld een van de belangrijkste. Misschien wel de belangrijkste. Niet de beste. Maar een van de belangrijkste. Omdat hij het ook heel vaak heeft over het vak van comedy. Ja. Die heeft het niet. Uh, die heeft het. Ik bedoel, ik vind Bill Burg grappiger. Of, of Dave Chappelle. Uh, als die comedy aan het doen is. Maar, maar uh, Seinfeld laat zien. Comedy is een vak. Ik ben een vakman. Zo doe ik dat. Uh, uh, koester die mensen. Een, een comedian zit zo in elkaar. En... Ja, dat, ik, ik vind dat ook. Allee, ik, heb, ik vind Seinfeld is bij mij mijn nummer één comedian. Ik vind dat allee, belangrijk voor mij, naar mijn stijl. Ook hoe dat hij werkt. Weet je, de, de man heeft uiteindelijk maar x aantal dingen op zijn palmaris staan. Maar heeft ze wel binnengekopt met verve. Ja. Um, en... Nou ja en, en ook. Uh, Comedies in Cars, Getting Coffee. Is een talkshow. Ja. Waar die, die hij heeft uitgevonden. Voor de lol. Want voor het geld moet hij niks meer doen, hè, die man? Nee. Voor de lol. En wat en dat, uh, ik denk in het laatste seizoen. Of het, uh, is er een trailer van. Uh, ja, ik ben nu zoveel gekopieerd. Ik zal zelf ook nog maar eens een seizoentje maken. Zo. Ja. Want dat, het, hè, er zijn zoveel titels en dingen die lijken op Comedies in Cars, Get in Coffee. Ik bedoel, ik heb. Uh, 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 meegewerkt aan... uitzonderlijk uh, 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 vervoer. Ja, dat was ook communitie. Dat was ook een vorm van comedy ja. Cars getting coffee. Dus, dus tot, tot, zelfs tot in, de, tot in België en Nederland... Uh, is dat... Uh, is dat nagedaan? Of is dat, uh, uh, mm. heeft dat geïnspireerd? Ja, dus dat betekent toch dat je... eigenlijk in Jerry zuidveld ook een hele goede... talkshow host. Maar dat is ook uiteindelijk... Voor mij zit daar ook een statement achter... naar talkshows toe van... Wanneer dat, dat begon, toen er zoveel was en het was zo druk en het bestond allemaal maar uit: kunnen we een momentje creëren voor het internet? Want dat is alles wat Fallon ja. doet, hè? dat is geen talkshow meer, dat zijn hapklare man brokken eigenlijk voor op YouTube bedoeld. Ja, ja. Um, waar de gast er eigenlijk niet meer toe doet, want ik kan u rapper zeggen over wat dat de monoloog van Seth Myersing, dat wie dat er te gast was na die monoloog. Want ik ben op dit moment meer geïnteresseerd in zijn closer look dan zijn gesprekken met iemand. Klopt, ja. uh, Ik heb dat met Colbert trouwens ook. Maar... Ja, klopt, ik ook. Uh, maar terwijl, midden in dat, dat je de basically, de titel is een steek naar al die dingen. Hè? Comedians in cars, getting coffee. En dat is zo basic, en geloof me, het gaat entertainerder zijn dan eender welke twintig minuten dat je gaat zien. Absoluut, absoluut. En, en uh, de enige die ik minder vind van Comedians in kind de of koffie, zijn degene waar hij echt geen connectie heeft met de, ja. met de gast. Of als de gast iets te grote fan is van hem. <laughs> vind ja. ik ook. Dan wordt het zomaar crazy. Of, dan... of vrouwen. <laughs> Dat moet ik ook hij, hij is... Seinfeld is niet zo goed in spreken met vrouwen. <laughs> is niet zo goed in spreken met vrouwen. Nee, dat is echt zo. Ja, want met die, dat ene, die ene vrouw van uh, SNL, die ook in Ghost, die Ghostbusters film speelt, die blonde, is dat Kate, Kate McKinnon. Kate McKinnon ja. ja, een van een verschrikkelijk talentvolle mevrouw. Ja. Ja, en, en, en dan toch zo awkwardness over een lesbien. Nee, denkt nee, van ja, haast. Really? Het, het je vraagt dat die man genders... ook niet, of die uh, wel gevraagd dat die geneukt heeft. En nu doe je dat aan die vrouw wel. Dus je weet het niet goed. Je nee. weet het gewoon niet goed. Alan de Jenner doet hem dat ook. Dat vond ik zomaar ja. raar. Ja, even niet altijd. Maar ik vond, want ik, ben, ik, ik heb niks tegen Neil Brennan. Helemaal niet zelfs. Maar ik vond die bij Neil Brennan ook niet zo goed. Omdat ik vond dat Neil Brennan gewoon te veel in zijn achterzak zat. Die zat gewoon te veel in zijn. Die, ja. vond, die vond Seinfeld gewoon te cool. En dat snap ik ook wel. Ik zou ook fucking Starstruck zijn. En ja. het, niet, het niet meer uitbrengen. Ik had dat zelfs een klein beetje met dat uh, uh, gesprek met uh, uh, Ricky Gervais. Uh, Nick Chris Rock. Uh, Seinfeld en, uh, en uh, Louis C. K. Daar ja. rink je zich soms ook een beetje te fanboyerig gedroeg, vond ik. Ja. Uh, uh, ja, wat ook logisch is. Fucking hell. Wat een, wat een onwaarschijnlijke persoon. Maar goed, Colin O'Brien is dus, uh, doordat hij dan niet de Tonight Show kreeg, daarna een, uh, 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 die tour gedaan heeft. En dan heeft hij, uh, zit hij op PBS en dat is een soort uh, staatszender of zoiets. Dat dus is, is kabel, denk ik. Hè? Of kabelTV, ja. Ja. Uh, en, en wordt daar dan naar gekeken? Is dat dan, zijn die kijkcijfers dan ineens veel minder of hoe werkt dat dan? Uh, ik, denk niet dat zijn, ik, ik denk niet dat zijn cijfers zo hoog zijn van konen, als ik echt ja. eerlijk ben. Ja. Um, wacht, ik ben het even aan het opzoeken. Dat is een goede vraag. Ik heb het al een keer opgezocht, maar ik heb er niet want, het niet onthouden. Het is uh, TBS, denk ik. TBS, ja. Waar zit ik? Konen, 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 konen. Ehm. En ja, hij heeft dan natuurlijk. Uh, was, was dat dan vorig jaar of zo? Of anderhalf jaar geleden? Een podcast uh, opgestart. Eentje waar ik echt daar graag naar luister. Uh, ook als ik de gast niet ken of, of uh, niet, de, de, niet denk te kennen. Terwijl als ik hem dan opzoek op uh, IMDb of zo. Dan denk ik van ah, dat is die gast. Bijvoorbeeld die is, uh, een gast die in Kirby Enthusiasm zit. Of uh, een gast die in The Americans zit. Zo uh, acteurs die ik niet zo goed ken. Maar dan zie je uh, dan, ah, dat is die gast. Maar dan, ja, dan is dat toch altijd een leuk gesprek. En vooral ook die podcast van Conan is zo goed, omdat die eerste, laten we zeggen, 5 à 10 minuten. die ze babbelen zonder gast. die je normaal bij Mark Barron of bij weet ik veel wie, doorspoelt. Uh, die is bij hem wel leuk. <laughs> ah ja, ik heb het even opgezocht trouwens. Ja, um, ik heb het even volgeluld. Nee, Conan, Conan is goed begonnen. Uh, maar ja, dat was natuurlijk toen op die hype. Toen ja, dat wou iedereen dat ook zien. Ja. hoe denk een goede 4 miljoen kijkers of zo, wat niet gigantisch is, maar. Ja. Uh, dat is wel oké. Okay. En dat is wel gezakt. Uh, nu is dat laag. Uh, rond, vanaf 2015, zijn live publiek is rond uh, 300.000, 400.000 of oh, zo. Oh jong, dat zijn, dat zijn, uh, dat zijn Vlaam, Belgische begrippen, uh, ja. Fuck ja. ja. yeah. Het is niet zoveel, want Nielsen ratings is een heel ander verhaal. Dat is echt zo. Maar... Wat we zeggen is, en dat, dat verklaart, allez, dat verklaart niet alleen, het is een deel ervan, met de podcast enzovoort, en dat het zijn format heeft veranderd, is dat, ja, Conan heeft niet de hoogste cijfers, verre verre van. Maar, er zijn bepaalde dingen, zoals, stel ik op zijn Wikipedia, ik ben niet zo slim met mijn eigen, maar, uh, bijvoorbeeld, uh, Conan haalt meer Hispanic viewers dan eender welk late night programma. Um, uh, vergeleken met alle andere late night talkshows, haalt hij het meeste binnen in advertising bij een jong publiek. Ah, ja. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. Waar, ja. Waaronder. Daarom is de, is de show kleiner geworden. Dat die, want ik denk dat konen programma is nog 30 minuten lang. Het is echt gewoon. Het is het zijn een monoloog, ene sketch en ene gast. Dat is. Het. Ja. Is het ook zo dat die Sona die mee in zijn uh, podcast zit, dat hij gewoon af en toe moest opdraven als dus een gast had afgezegd? Dat is al gebeurd, ja, denk ik. Die van zegt, oh, fuck, ik heb geen gast. Uh, die Indische, moet jij dat doen. Indische acteur, hoe noemt hij nu weer? Fuck? Uh, die van, die van uh, dinges. Big, Big sick, alé. Kumeel, ja. Kumeel Nanjari. Ja. Ja. Kumeel ja. Nanjari. Die last minute heeft moeten afzeggen en die zijn assistent heeft ingevallen. En dat was eigenlijk een betere show op een bepaalde manier. Ja. Uh, maar. Het is frappant en vooral door de, het was ook de talkshow, de, talkshow zijn, de podcast. Zijn podcast was eigenlijk min of meer ook een aan zijn eigen dingen, omdat daar al duidelijk was aan advertising en view, luisteren ze alleen van, oh wow, is echt online heel sterk. Koning ja. is online heel sterk. Uh, het feit dat hij remotes het zo goed doet, dat hij gewoon het buitenland trekt en daar een special van maakt van een uur, Koning in ja. Italië, Koning in Dingen. Oh ja dat zijn uh, deze dat zijn die ja ik heb er dan maar twee je hebt ze natuurlijk al, of... dit de, dat zijn de, de dat heet dat is ook voor TBS en dat is de Conan without borders Conan without dat borders op, uh, op Netflix gestaan heeft ik denk ja. wat, uh, en dit zijn de, de dit is de de Bavaria de, de, de ding, en dit is de K-pop versie en dan is er ook nog een zo'n worstelaar en, een, en ik weet niet wat dat er is uh, 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 maar goed dus ja voilà, de konen uh, without borders is zeer funny dus, dus. Oh man, er is ook een. dat hij met zijn executive producer of zo'n gast. die die altijd uitscheidt. Jordan Slansky. Jordan ja, jo Slansky. Dat is heel grappig. Nee, nee, nee nog een ander. Nee, is dat die. die die. die, die nee, dat is. Dat is die pispaal. Is. Ja. Die gast die. Uh, uh, zo te cool wil zijn, die Italiaan is. Ja, ja, dat is Jordan Slansky. Ah, dat, dat is wel die Jordan Slansky. Ja, ja. Oh man, dat ze samen door. Uh, uh, een of andere Italiaanse stad lopen. Daar heb ik echt in mijn broek gepist. Dat Jozo. Penne zijn Gewoon gerechten roept naar de mensen. Ja, en, en dan loopt. De, dus die andere. Die vindt van zichzelf dat hij alles weet van. De, ja. Dat hij alles weet van Italië. En Koningin Brian. Natuurlijk. Een gast van bijna twee meter. Ros haar. Die gewoon in de middelweg. armenerci, Erci. Penne Di Concello. Die andere is Oh, fuck. En ik moet zeggen, ik was in, de, in Sardinië en ik heb daar ook gedaan. Rimacello <laughs> geroepen. Kan ja, mij het schelen. Maar kennen we dat toch niet. Kan het schelen. Maar ik vind dat zo... Ik moet daar zo hard om lachen. Maar dat, is niet, dat zit niet in die Without Borders. Dat is gewoon een aflevering van... Uh, of wel? Is dat wel? Uh, niet. Jawel, dat is gewoon in Italië, maar gewoon Without Borders in Italië. Maar toch wel, dat is wel Without Borders. Mannen, mannen, mannen. als je dat ziet. Conan heeft heel veel goede segmenten. Hij heeft heel veel is heel goed in remotes. Weet al zo. Ja. Hij gaat de kas bij een brouwerij. Hij gaat naar blablabla. Bla bla. Dat is altijd grappig. Ja um, ja. Al die, ja, met die al die al die Dat het zo naar die rumtoestand gaat, dan, moet ja. ook, dan probeert hij dat vrouwtje te versieren. Die vindt hij probeert dat dat zo awkward. Weet die vrouw doen, is altijd zat op het tijde. Ja. Um, alle zwarte die Jordan Schlansky uitscheidt, heel grappig. Heel grappig, hoor. Um, dingen, ook een belangrijke vind ik, zijn Clueless Gamer. Ah, ja. Daar, dat is ook heel belangrijk geworden voor videospelletjes. Jij je ik ga dat ooit pikken in de toekomst, dat ja. format. Ja, juist, um, juist. Clueless gamer is zeer funny. De, ja, het is en heel... Ik wist niet dat jij zo clueless gamer was. Maar ja, goed. Nee, maar ik zal je dan wel helpen daarbij. Uh, <laughs> ja, oké, okay, ga me helpen. <laughs> ik zal wel. Ik zal wel... Uh... Goed, hey, we zijn al een lang aan het babbelen. We gaan... Uh, dus dat was... op De nummer één is voor ons Conan O'Brien. Ja. Um, ik, ik wou het ook wel even hebben. Dat zijn eigenlijk... Want het is weer natuurlijk elefant, een groot piemelfest. Ja. Um, de, ik wil er toch twee uh, noemen die ik wel belangrijk vind. Is... Maar wat ik echt jammer vind is dat Joan Rivers het nooit heeft overgenomen. Ja, en dat was, van... een, dat was echt een dingetje met Johnny Carson of zo. Ik, weet niet, ik heb het naar haar boek gelezen. Ah ja. Ja, ik ook denk ik, want ik heb dat ook gelezen, dat boek. Uh... Ik ben een grote Joan Rivers van. Hè? De, de vrouw is helaas overleden. Uh, uh, check de documentaire A Piece of Work: Joan Rivers. Fantastisch, grappige vrouw. Uh, uh, ja. een, een zeer grote bek, tot op een zeer late leeftijd grote bek. Had er ook een soort reality show met haar dochter. Ook van de pot gerukt, maar zeer grappig. En ik had heel graag gezien als zij het... Want zij heeft een aantal keer uh, car, bij Carson uh, ingevallen. Heeft, maar heeft nooit dat dan mogen overnemen. En vind ik wel erg jammer. En ook jammer dat zij nooit zo'n show gekregen heeft. Want ik denk wel dat ze dat heel goed had gedaan. Ja. Um, je hebt er maar twee, denk ik. Twee die min of meer belangrijke spelers zijn van de vrouw. Want je hebt... Uh, a, pardon. Um, a Little Late with Lily Singh. Ah, dat heb ik nooit gezien. Ja. Dat zit achter Seth Meyers, dus dat is echt uh, dat half twee s'nachts ja. ongeveer. Ja, voilà. um, en achter Conan zit uh, Full Frontal with Samantha B, één keer in de week, ah, wat ja. een soort van daily show is. Dat zijn de twee die af en toe nog met een radar opduiken, maar ik denk qua ja, tijd dat Ja, dan hebben we natuurlijk Ellen DeGeneres de ook wel. Ellen DeGeneres is ook ja, wel... Ja, dat is ook wel waar, want gezien, uh, The View telt eigenlijk ook mee als talkshow. Ja, maar dat zijn, die zitten met z'n twintig daar. Hè? Dat zijn zo'n twaalf. <laughs> ja, is dat de, de die gast die bij, uh, Conor, uh, die, Conor, bij, bij Gilbert Godfrey de podcast ja, die, meemaakt? Die, die, die schrijft die, voor de view, hè? Die schrijft voor de view, ja. ja. Nee, maar Ellen DeGeneres heeft natuurlijk, ja, ze, ze komt niet zo goed daglicht en dat schijnt uh, die, uh, ook niet de meest makkelijke vrouw ter wereld. maar dat is wel ook, die heeft wel, dat ze mensen laten schrikken en zo, die heeft ook wel virale stukjes en dat is, die doet dat ja, ook wel goed. ik heb gewoon altijd het gevoel van is dat nu, nou, dat publiek zijn altijd vrouwen, alleen eigenlijk... Ja. De host staat daar, als je daar te gast zet, weten van ja, dat gaat wel meer gaan over mijn lief en mijn kind. En we zijn op vakantie geweest en hier zijn mijn vakantiefoto's. Ja, nooit, er had daar nooit echt iets in zitten. Van nee, bodem, nee. niet dat dat bij Jimmy Fallon wel is, maar je weet wat ik bedoel, nee, absoluut. Uh, ja, en we hebben op die set rondgelopen toen wij in Hollywood waren ze dus hebben die set ja. mogen zoeken. Vond ik wel leuk, vond het wel leuk om daar. Uh even rond te lopen. Dus dat, dat zijn inderdaad, uh, maar er zijn maar een, ook daar weer een paar vrouwen. Uh, uh, en, en ik denk wel dat daar nog wel ruimte voor is, omdat je als er zoveel talkshows zijn, een vrouwelijke vibe is dan ook wel eens aangenaam om naar te kijken, denk ik dan. Ja, ik denk dat ook. Um... En bij, over vrouwelijke vibe gesproken, dan komen we ook bij deze terecht. Topfilm. Uh, een film die heet Late Night. Een film waarin Emma Thompson een vrouwelijke Thompson een... vrouw. Eigenlijk is dat toch de what-if-scenario van moest Joan Rivers de Tonight Show ja. gekregen hebben. Klopt, klopt. Dus moest als Joan Rivers de Tonight Show gekregen had, dan uh, was het late night en dat is een beetje over een beetje kwaaie, uitgerageerde talkshow, uh, vrouwelijke talkshow gastvrouw en uh, een, een, een nieuw Vrouwelijke schrijver in haar team, want haar schrijverteam is allemaal mannen. Hmm. En, en, die, en die relatie. En dat is keihard leuk. Zeer leuke film. Ja, met Thompson, die heb ik nog nooit slecht zien acteren. Die, die, is, die kan niet slecht acteren. Kan nee. die niet? Die is dat altijd goed. Die is altijd goed. Ik heb onlangs dat Years en Years, wat, uh, wie, wie, wie raadde dat aan uh, in de podcast? Uh, Sven zeker. Uh, is Sven. Ja, 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 denk ik. Years wel. and Years, een Britse reeks waarin Emma Thompson een soort uh, uh, een vrouw van het volk die in deze soort uh, 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 machthebber, uh, uh, tiran uh, begint te worden. En ondertussen zien we eigenlijk een familie, uh, verhaal. Dat doet ze ook geniaal, maar in deze film ook late, late night zeer goed. Uh, ja, dan zijn we op Oh ja, dit moeten we ook nog even vernoemen. Uh, Larry Sanders. Ja, wat? Maar... Ook oh, ironisch ook is om te zeggen, want... Um, Allee, fuck, zijn naam ontbreekt. Gary Shandling. Gary Shandling is ook heel lang in de running geweest om uh, de Tonight Show over te nemen. Hè. Ja. Hij heeft ook een ja, maar... paar keer guest host geweest, is ook zeer goed ontvangen geweest. Ik denk dat hij het zelf uit zijn eigen al geweigerd heeft, nog voordat ze hem gevraagd hebben. Maar, waarschijnlijk. Want hij zou het goed... Ja, had... Hij had het al gespeeld, hè? hij kon het al. <laughs> ik denk, heb jij de, 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 de documentaire al gezien? De uh, Zen Diaries of Kerry uh, Shank? Ik denk het wel, maar ben, daar kan ik me niet meer zoveel van herinneren. Dat is door Judd Epicorn gemaakt. Ja, hè? ik heb dat dus, wel Dat is net zoals alles van Judd Epicorn, vier uur te lang, maar ja. um, wel, goed, wel goed. En ik denk dat er een heel groot stuk over de Tonight Show in zit dat hij het heel graag wou. En dat hij dadelijk bereikt had. En vanaf dat hij gehost zit, dat hij dacht van, ah, ik ben er klaar mee. Ook ja. al. Was er interesse van? Zo, so, dat hey, ding moet een nieuw verpakken. Nee, nee, ik ben er al klaar mee. Maar dit die Larry Sanders show, dus dat is een, een fake talkshow. Uh, ja. uh, achter de schermen van een fake talkshow. Een beetje de Muppet show, maar dan met een talkshow uh, bij mensen. En uh, 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 Gary Shandling speelt. Larry Sanders en dit is het eerste seizoen... Maar je hebt, ik je hebt, er zijn zes of zeven, zes seizoenen van of zo, hè? Van de, Ja, ik heb er nog... Ik denk dat er 80 of 90 afleveringen van zijn. Dus misschien was hij er ook gewoon klaar mee, hè? Met, het, met dat concept of zo. Op uh, HBO Max heb je ook... Uh, de Not Too Late Show met Elmo. Ook heel belangrijk. Van de Sedumstraat van de, 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 de Elmo? Ja, de Not Too Late Show met Elmo. <laughs> ja, er is ook op Netflix... of nee, op, nee, op uh, Disney+. Plus. Een, uh, van Jim Henson. Een, uh, een soort alien met een talkshow. Dat trekt op geen hol. Ja. Dat wou ik echt de kans geven, maar dat trekt op geen hol. Uh, ja, ik denk dat we er ongeveer... Ja, We hebben natuurlijk nog John Stewart, die ik toch ook, waar ik wel echt veel naar keek. Mm -hmm. uh, Trevor Noah, veel minder dan weer. Ja, heb ik nog, ja dat, zijn zo de, dat zijn de weird ones. Want technisch gezien is Last Week Tonight met John Oliver ook een talkshow. Maar ik heb zoiets van. Absoluut minimum ja. eigenlijk. Allee, dat is ja. late night, maar. Wuh. Hey, en Steven Colbert heeft dan overgenomen, heeft, van Letterman. De van Letterman, hè? Ja. Colbert heeft gewoon uh, uh, ja, Colbert Letterman overgepakt. Maar die zat daar ook eerst achter, zeker hè? Dus die is gewoon wel naar voren. Dat is de nee, enige keer dat ik zat denk hij niet daar die dat, achter. Die zat daar niet achter. Ah, denk nee, ik die ze... zat op Comedy Central natuurlijk. Ja, die, zat, uh, die had dus de Colbert Report op Just. Comedy Central. Colbert Report, Comedy nee, Central. Nee, Jimmy Fallon heeft al rangen doorlopen. Die heeft Conan uh, zijn oude show overgepakt. Late Night met Jimmy Fallon. Ja. En die is dan verschoven naar de Tonight Show. Ja, toen Leno wel echt stopte, is Fallon... Ja. En dan is Seth Meyers in de plek gekomen van Jimmy Fallon. Juist. A.k.a. Koning zijn oude show. Ja, de, 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 de tweede. Legends, ja. Ja. ja, ik vind Jimmy Fallon, uh, dat valt in de categorie James Corden. Uh, te veel spelletjes, te veel flauwekul. Uh, 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 ja, maar... ik, zie die, ik zie die gesprekken nog niet graag. Het nee. omdat, ja, dit, dit, ik geloof oprecht dat Jimmy Fallon een talenterend dude is. Maar... Oh, zo. Die komt ook van SNL, hè? Dat is ook een ja. SNL, ja. Het is, ja. zijn allemaal snl alums behalve Stephen Colbert, eigenlijk. Ja. Maar ik ben niet... Uh... Nee, ik... Uh... Ja, je weet je ja, wat? Ik... Het is... het, het... ik heb Colbert graag, ik heb Seth Meyers graag, en ik kijk naar bijna geen enkel van die interviews. Ik weet niet, de, de Colbert die interviews doet, het is toch niet, het is, is het soms niet warm genoeg naar mijn zin of zo Ik weet nee. niet wat dat is. Er is een aflevering die ik heel graag herbekijk, omdat dat dus Conan is te gast bij Colbert. Ah ja. En Colbert het is een beetje Kevin Smith theorie. Colbert stelt één vraag en Conan vertelt een acht minuten durend verhaal. Ik denk van, ja, dat is toch dat is anciëniteit of zo. Ja. Dat is niet alleen van het moet voor mij gaan, dat is anciëniteit. Dat is de mens, de mens die weet hoe dit format werkt en exact levert. Ik moet dat maar een keer bekijken. Uh, ja, op, uh, ja. Conan, omdat Conan vertelde verhaal dat hij een paard heeft gekregen van Letterman. Ja. Bij Colbert dat is zeer goed. Dat is acht minuten gewoon zeer goed. Ja, want er is ook toen, toen Conan, dat, dat, uh, dus met Leno in de clinch lag, en dat dat helemaal ging in 2010. Ja, dan Letterman op zijn show op CBS. Die had het er vaak over. Ik heb dat net zitten bekijken. Ja. En Conan is dan ook tenslotte bij Letterman te gast. Oh, gasten. dat is zo goed toch? Dat, dat ze gewoon zwijgen. Goed. Gewoon ja. zwijgen. En van You know Jay's watching right now. <laughs> <laughs> dat. Maar dat is, ja, dat... dat is een belangrijke stempel. Hè. Het, ja. het, ik bedoel, Carson is ook um, als eerste te gast geweest na zijn stop bij Letterman op een andere zender dan bij Lennon. Ja, dat komt in die film uh, ook uit. Dat toen Leno overnam van Carson. Eigenlijk een ja. beetje helemaal weggeduwd. Dat, ook, dat hij niet wordt vernoemd. Dat hij, terwijl iedereen zei. van Je moet wel even zeggen. Goed, ik ben hier nu. Maar nog even een uh, ja, ja. big up voor, uh, voor mijn voorganger. En het zeiden zei. Nee, 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 nee. Clean break. We doen net ja. als die. We, uh, en dat viel in het. Mensen thuis wisten het niet. Maar dat viel niet in goede aarde. In, bij het wereldje. Ja. En Letterman en Conan en al die mannen. Hebben, wel, hebben dat wel. Ja, en, en um, Koning heeft dat ook, gewoon dat, dat ze ook zijn op de stick around for puntje, puntje, puntje. Like ook ja. respect zien van, Voor... wat komt er achter mij? Ja, want... Omdat hij er zelf gezeten heeft, hè? weet maar al te goed. Hè? Zeker omdat dat, dat zijn nu een keer uurslots, dat is, in Vlaanderen bestaat dat niet, die slots. Daar nee. zijn we niet programmatie bestaat daar niet. Nee, 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 dat is het herhaling van het journaal, hè, wat je dan zit te kijken. Hè? Ja, op dat na... Na half elf in Vlaanderen stopt televisie. Iedereen stopt met kijken. Het doet er niet meer toe wat je doet na half elf. Ja, je moet dan naar bed, hè, Alexander. Je moet naar bed. Dat is... Iedereen slaapt ook op dat iedereen uur. Iedereen slaapt ook. Om twaalf uur is het ook avondklok. Je mag ook niks je meer. Moet, je, moet, je moet de dicht doen en naar bed om twaalf uur of om elf uur of whatever. Maar ja, als ik het hier, als ik het hier zie staan, het. het um... Allee, uh, Fallon, de Tonight Show start om uh, half twaalf. Uh, ja, dat is De, de, de publieksbrede start om half twaalf. Dus uh, Seth Meyers zit dan om half één, eigenlijk, eigenlijk 23 voor één. Ja. En Lily Singh zit om 23 voor twee. Ja. Oh, 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 oh. En daarbij weten we ook voor een feit dat het meest bekeken deel van de Tonight Show is de monoloog Meeste ja. mensen kijken naar de monoloog. Na de monoloog worden kijkcijfers al meteen gehalveerd van een talkshow. Ongelooflijk, hè? Ja. ja. Dus het minst bekeken ding is eigenlijk de comedian of de band op het einde van de show. Ja. Dat is het minst bekeken ding. Ja. En dat al bij de Tonight Show. Dus je kunt u al inbeelden. Wat de tweede gast bij Seth Meyers is, als die ja, er al is. ja, daar kijk ik niet meer naar de kijk niet meer ja. naar. Nee, het was ook grappig, want op een gegeven moment was ze een soort. Uh, als, toen Leno terug zijn oude uh, ding wou, uh, wou ze een soort... Uh, uh, wou ze dat al een half uur korter maken, of wou ze zijn show verplaatsen, en dan, en dan zou de Tonight Show om vijf over twaalf uh, uh, beginnen. Ja. ja, dan is het de Tomorrow Show. Hè, want dat, dan is het, het, ja, dat was inderdaad discussie van Leno wil schuiven. Ja, nou waar? Het is, het is ja. morgen de show, het is niet meer Tonight. Dan is er geen Tonight niet meer. Half twaalf is eigenlijk ook al bijna niet meer Tonight. Is ja, dus absoluut. Op... Absoluut. Goed, uh, ja, voilà. Uh, en dan. Mensen, uh... We zijn wel de Dick Cavett kunnen we ook nog over beginnen enzovoort. Maar uh... ah, wat heeft hij gedaan? Dick Cavett heeft ook altijd een talkshow gehad. Ah, ja. de, de Dick Cavett-shows. Maar hij was zo de man die toen. Tegen, die heeft uh, meegeschreven aan bijna alles. Oké, okay. ja, ja. ja hij ja, ja, dat, just... dat is Hij heeft meegeschreven aan die geflopte uh, Jerry Lewis-show. Uh, maar hij had lang format, hè. Hij had, hij had een lang format. Hij, hij, hij nodigde schrijvers en auteurs uit ook nog een keer. Ja. Um, wat wel interessant was. Ja, dat is was. not dan hè <laughs> Ja, maar ja, hij, hij combineerde schrijvers met um, comedians, bijvoorbeeld. Ja. En daar kwam een interessant duur uit. En vooral wat ik het leukste vind: hij, heeft, uh, hij is legendarisch bekend op dat iemand gestorven is in zijn talkshow tijdens opname. Is dat echt? Ja. Uh, Rodale. G, uh, James, uh, Jerome Irving Rodale, G.I. Rodale, is de gast die midden in het gesprek gestorven is met hem. Live uh, on TV. Dat well, is hem net. Iedereen, mensen in Amerika, praten erover alsof ze die aflevering gezien hebben. Dat kan niet, die aflevering is nooit uitgezonden. Ah. Die spel... Is wel opgenomen en fragmenten van dat interview zijn wel getoond geweest. Je kunt dat vinden op YouTube. Ja. Maar die gast die sterft on tape, dat bestaat niet. Alleen die echt. beelden bestaan, maar dat ja, is doe echt Het is ook nooit echt live, hè? Ik denk, misschien in het allerbegin, aller, aller maar dat is altijd dat live is on live, tape. Dat ja. is live on tape. Maar die, uh, ja, die, die G.I. Rodell, dat was zo'n gast die um, uh, boeken schreef over uh, organisch uh, telen en gezonde voeding. En, en, <laughs> en, en die is gestorven. En die had... Is gestorven aan hartaanval tijdens de taxi? maar die schreef boeken over gezond eten, want ondertussen zat hij hele dagen bij de McDonald's. Weinig mensen weten dat. Ja, ja, dus, uh, ja zo anti-suiker en de natuurlijke manieren, zo gezond omgaan. Oké, okay, de, de man was uh, 72, ja. maar die is gestorven aan een hartafval midden in het interview. Gewoon. Oh, maar in tegenstelling tot bij ons, waar lieve van Gils meerdere keer gestorven is zijn een show. Maar ja, als... ik wil dat iedereen, wil dood. Als... Ik sterf ook een klein beetje. Je ziet dat soms wel achter dat er iemand zo. Oh, ja, ook zo. Die setting ook hè, van, van de laatste show hè, dat er zo'n volk achter moet zitten. Want dat, doet, uh, dat doen ze bij de Wereldrade ook. ja. Dat is een verveling. Wel. Dat is een verveling. Manikjes, jongens en, en ook... De laatste keer, ik ga niet liegen, hè. de laatste keer uh, dat ik bij, was dat bij Danira Ja. En ja, Danira heeft natuurlijk de pech dat zij een, een legendarisch ding heeft geërfd van Vagils. Namelijk dat Vagils op het einde van zijn running publiek moest betaald worden om te komen kijken. Ja. Ze waren constant op zoek naar figuranten. Je kon 50 euro krijgen om naar Vagils te gaan kijken. Hè. Ja, ja. Dat, dat niemand meer vrijwillig mee. wou komen zitten in die show. Nee. Daniela heeft dat geërfd. Dus de beste was, toen ik daar te gast was, de laatste keer, 50% van mijn publiek waren uh, studenten van een Franstalige school die kwamen kijken hoe dan een talkshow gefilmd wordt. Gewoon puur technisch, want die verstonden geen kloten. Ja, ja dus die, die zitten daar, je ziet dat ook op die die, die verstaan geen holio van wat er verteld wordt. Nee, maar dat is goed om een te maken, hè? want dan uh, dat is gieren brullen dan. Hè? Wat ik wil zeggen is, dat is wat er dus Gebeurt bij ons. Alleen dat is allemaal niet zo evident. Ja, terwijl, moet je eigenlijk, want jij hebt, bij welke talkshow ben jij geweest? Ja, dus vandaag. Neem ik de... bedoel gaan zien. Ah, Zet In... Myers. Zet Myers. Moet je dan betalen voor een kaartje of is dat gratis? Dat is gratis. Ah ja. Maar ja, dat is wel, iedereen wil daarbij zijn en daar zit ja, altijd vol. Die, en... die, die kaarten, dat is een deel online, een deel als je dat gebouw binnen, want zo ben ik naar de repetitie kunnen gaan kijken. Ik ging naar dat gebouw voor t-shirts te kopen en en brol ja. en zei van wilde vanmiddag komen kijken naar de repetitie van de monoloog ik zei uh, oké okay. dan zeg ze alsjeblieft hier is een kaartje Je moet op dat uur daar zijn en dacht uh, ah yeah, oké okay. ik heb dat ooit eens uh, uh, van Jimmy Fallon dan wel uh, op Facebook live of zo gezien dat hij dat deed vond ik wel interessant hoor want dat is inderdaad die die die, die schrijvers die weer en dan gaan ze gewoon al die jokes af en als die, daar zitten dan twintig mensen of zo, dat was dat dan. je ja, moet ook een keer nadenken. Dat is de filter waar dat materiaal doorgaat, ja. die, is, die is fijn, zeg maat, die is dat heel fucking fijn. Dat is wat anders verleken bij ons, waar bij ons krijgen een talkshow geen repetitie. En de ideale wereld, wat dan onze, onze moppetjes daily show-achtige dingen voorstellen, ja. heeft ook geen repetitie met publiek. Daar. Ik voelde daar van... Ik heb dan uiteindelijk die monoloog achteraf gezien, wat er dan van overblijft, maar hij test je monoloog voor toeristen, ja. anderstaligen... Ja. Uh, mensen die daar gewoon een rondlijn wouden doen en daar even zijn, ja. Ja, ja. Dus zijn. Franstaligen, Spanjaarden, mensen waar, veel mensen waar Engels de eerste taal niet van is. Ja. Daar vuurt hij de monoloog op af. Ik denk, ja, maar... Ja, zo ontdekten wat je moppen zijn. Tuurlijk. Want als die het dan snappen en als die moeten lachen, dan weet je, oké, okay, die laten we erin. En dan ja. nog, maar, ook, maar het is ook wel zo: gewoon, en dat heb jij zelf ook al meegemaakt, en ook in de joker van ja. gewoon eens luidop zeggen tegen mensen, besef je zelf eigenlijk ook al waar werkt en die werkt. Ja. Maar niet ja. luidop tegen jezelf zeggen, daar helpt niet. Maar luidop tegen iemand anders zeggen. Voel je aan jezelf of die joke wel of die werkt. Niet altijd, maar dat, heeft, dat is wel ja. een dingetje. Ja, absoluut. En daar bewijst nog maar eens hoe belangrijk dat try-outen is. Tuurlijk. Maar dus eigenlijk uh, de, de tips van Xander om een goede talkshow te maken voor iedereen die nog luistert, is uh, try out je, je, je materiaal comedy. Maar ja, dat doen ze hier natuurlijk niet. Want dat de. Maar goed, try out dat en zorg dat de gasten op voorhand al een klein beetje samen zitten en dat het gezellig is. En, en misschien uh, vijns interesse en laat je kaartjes af en toe los. Verscheur je kaartjes zoals Greg zei. Ja, en, en geen publiek achter u. En geen publiek achter en, u. En... Publiek, en ja. Als je niet van plan zet met alle zeven je gasten te praten, doet er dan eentje met de keer. Ja. Dan doe je fucking tafel. Ja, Zodat alle regels die ik al 300 miljoen keer geschreven ja. heb tegen iedereen. Maar kijk, Inderdaad. zij weten het wel beter. Hè. Dat zijn de regels. En uh, een van de. Uh, want, zie je, ik maak nu een bruggetje naar het uh, En een van de eerste die uh, gewoon één op één een goed gesprek deed. En dat zijn we ook een beetje kwijtgespeeld. En daar ben ik wel uh, van, van bijvoorbeeld Thomas Van der Veken. in ine Elvis, hè, wat een beetje uh, zomergast en light is. Maar dat is in ieder geval één op één. Dat is gewoon, en dat zijn dan, de aanleiding zijn dan die fragmenten of zo. Maar dat is wel een op één op één goed gesprek. En ja. dat is blijkbaar, dat moet dan weggemoffeld op canvas. Ik heb trouwens, heb jij die eigenlijk ooit gezien, die Thomas van der Veken, dat die uh, Steven Fry had? Dat is nog niet uitgezonden, toch? Ah, is zijn nog niet uitgezonden? Nee, want dat is verzet met corona, denk ik. Ah, oké, okay. want daar, nee, het was niet ja, het is. vind ik wel gaaf, vind ik wel echt gaaf, want ja, Steven mm. Fry, dat is een beetje, ook een soort unicum. Dat is ook zo. Ja, we willen iets doen dat QI. Ja, bedoel, ze proberen dat nu ginder ook, maar die is half zo leuk. Want Stephen maar Fry, daar is er maar één is, van op de wereld Het is toch? Onuitputtelijk fascinerend, man. Hoe dat je altijd, zeker zo, mensen ziet schikken in het land, want dat de basics werken. Toen ja. de basics. Niet lopen voordat je kan wandelen. Juist. En, en vanaf dat er dan zo van de veken of, of iemand anders zo iets heel... Of welkom to the ee Ja. Hè, gewoon van gewoon, nee, 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 een, een uur en een half, ene gast, lang format, dit, dit land schrikt zich te pletteren, ongelooflijk, ja. nog nooit ja. gezien, hoe doen ze het? En je denkt, mannetjes, ja... ja of je... doen er misschien uh, een beetje, uh, uh, want wij doen het ook, jij doet het uh, uh, al, 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 deed het al vijf jaar eerder dan ik, ik doe het al uh, vijf, zes jaar, uh, Alex doet het nu twee jaar, well, en er wordt toch dat... een beetje lacher overal, heb ja, dat dan nu... het Ik heb dat nu ook met die, die, die Thomas Huijgen, dus ik word dan zo af en toe, op, op Instagram, krijg ik zo, heb je die talkshow van Thomas Huijgen, Gezien. Dan ben ik gaan kijken naar mijn eerste reactie. Was Sketch talkshow, heb de podcast gefilmd, maar ja. ben blij dat het bestaat. Het opent de deur, hopelijk, naar andere dingen in die, ja. in die lijn. Wordt ook weggemoffeld op VRT nieuws. Um, maar maar zodra de respons daar rond like, zo, was zeggen ze ongelooflijk. Nooit gezien dat ik van wie had dat gedacht als je drie comedians en een paar van de neveneffecten in een debat steekt met een vast onderwerp dat dan leuke televisie maakt. Ja. Dat had dat, had je oh, dat toch verrassing. niet kunnen voorspellen. Maar ik zat wel te kijken en dacht van... Ja, proficiat, heb de podcast ontdekt. Het is ja, 2021. Voilà. Heb de podcast ontdekt. Nu, wat ik wel, als het dan over talkshows en, en gasten... Je moet bijna weg, hè. Ik zie uh, de uren uh, nadert. Uh, ja, ja. Ik heb, want ik heb hem, uh, in mijn podcast ook gehad. Tom de Kok heeft tijdens de boekenbeurs... Of wat er geen boekenbeurs was. Heeft hij op uh, tien dagen tijd... 350 of zo mensen geïnterviewd. Ja. Uh, 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 en elke keer ik heb er een aantal van gezien elke keer was er iemand met strips of iemand die me boeide of ook gewoon, gewoon random en die deed dat ongelooflijk goed gewoon een kwartier bij iemand babbelen oprecht vragen, wat staat er in je boek ja. en een gesprek jongens, dat gaat dus gewoon hè, als je oprecht geïnteresseerd bent en, en helder en je laat meevoeren in het gesprek mm -hmm. dan is een gesprek van een kwartier gewoon interessant hoeveel er ja. geen Gekke dingetjes, en nog andere mensen bij en weet van. Allemaal niet nodig. Maar, ja. own your shit en ga mee in het gesprek. Een gesprek, een interview en een gesprek zijn twee verschillende dingen. En wat ik in de talkshow wil doen, is een gesprek. Ja. Ja. Absoluut. En dat, dat is ook wat wij doen. Ik bedoel, het is niet, ik interview jou niet. Wij doen een gesprek met z'n tweeën. Ja. Het zal wel voilà. komen. Ooit in het land zullen we er wel geraken. Denk Ooit in het land zullen we er wel geraken. In ieder geval, uh, uh, de eerste uh, iconische talkshow host van België moet nog overlijden. Maar ondertussen is Larry King wel uh, nog altijd dood. Uh, uh, dus uh, ik denk dat ik ergens een stukje uh, van hem gevonden heb. waarmee ik de podcast zo meteen uh, ga afsluiten, uh, auditief. En, uh, en uh, dus, uh, ik denk dat dat zijn laatste woorden waren toen hij stopte bij CNN. Uh, die ik uh, even erachter ga, ga plakken. Ja. Uh, uh, en uh, dankzij Larry King hebben, hebben wij toch uh, een uur en veertig minuten over talkshows kunnen babbelen. Dus Top. bedankt Larry King daar. <laughs> <laughs> en ook bedankt uh, Xander de Rijken. We gaan nog. Ik heb nog heel veel ideeën voor podcasts, dus ik weet niet of je het heel druk hebt... Maar uh, we gaan, ik heb nog echt veel ideeën. Er ligt hier nog zo'n stapel dingetjes waar we het over moeten hebben. En Tremors is bijvoorbeeld even de eerste uh, dingen waar we het over moeten hebben. Het valt mee met drukheid. Ik heb een paar nieuwe projecten waar ik aan het werken ben. Maar... Kun je er al iets van zeggen of niet? Uh, well, er komt sowieso iets aan. Omdat ik, in, ik ben 15 jaar bezig eind maart. Ja. Dus ik ben sowieso wel van alles van plan die week. Ja. Een uh, varia van, van activiteiten en dingen die online komen. Het zal allemaal online zijn, want echt activiteiten kunnen we niet noemen in corona. Nee. Uh, dan mostel maar twee terugkeert in mei, dat is geen groot geheim. Is het meer. Wel, ja. Maar ik ben ook wel aan het werken aan een nieuwe podcast. Iets, uh, iets voor, voor mezelf, gewoon. Uh, leuk. Iets anders, iets beperkt ook. Like, Als je week... een sidekick nodig hebt, ik heb <laughs> ik een dikke Hollander. Ja, nee, gewoon een, een, ja, iets nieuws. Heel leuk. U hoorde het hier eerst, dames en heren. Voor de mensen die ja. nog mee zijn. Uh, want, en dat past eigenlijk wel binnen het thema. Dus dat je terug een nieuwe podcast gaat, uh, gaat opstarten. Dus naast Mossel om half twee, want die komt ook terug. Hè? Ja. Ja, ik zou zo zeggen, de die dat ik nu ga doen. Is ook, ik was een loophole aan het zoeken van hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen verplichtingen heb. Ja. Want dat is, de, als gezegd, wekelijks. En gemist de week, dan zijn ze daar. En dat kan Als ja, ja. ik, ik dus je een dag mist. Ik bedoel, de EE was een dag te laat. Ja, ik denk dat van Ik uh, denk altijd: van, you, I don't owe you anything, maar goed. Ja, klopt. Um, wat ik wil zeggen is gewoon: misschien dat ik het in seizoenen ga doen. Ze doen ook podcasts, ze dus doen ook in seizoenen. Dat je zo acht-aflevering doet. Dat dan zegt je: ah, binnen een half jaar maak ik het nog wel een ongeluk, keer acht ja. of zo. Ik zou misschien ja, nog rapper. Dat rapperen. kan kijken hoe hè? Ja. Ik zou dat nog eerder doen, omdat ik wat bang ben van nu kan het allemaal in corona, en dat projectje, en dat projectje, en stel dat het normale leven tegen september weer opstart, ja, dan zit ik wel met al die backlog van dingen dat ik nog aan het doen ben. Nee, klopt, en dan, en dan moet je dat uh... nee, je kunt dat beter al, al een beetje doseren want, uh, en snappen. Ja. Ik kan zeggen, online, en uh, gratis, dat is allemaal geestig, maar vanaf dat ik weer maar optreed, dan is de uh, plinke, plonke, plinke, flinke, uh... <laughs> ah. <laughs> dan gaat een deze weer al centjes gaan verdienen, godverdomme. Zal wel zijn, godverdomme. Alright, lieve vriend. Yes. Uh, zeer hartelijk bedankt voor het gesprek. Slug, en uh, het was ja, altijd fijn om over dit soort shit te lullen. En uh, lang leven. Nee, hij is dood. Maar in ieder geval een eerbetoon aan Larry King. Ja. En, uh, Larry King live, het is eigenlijk Larry King dead nu. Hè? Maar goed, whatever. Uh, Oké, okay. dank Tot de volgende keer. Jo. Jo.